Ik moet wel zeggen dat ik niet per se fan ben van het drinken om 1 uur voor een video. Ik wel. Maar het is een vrijdagmiddagborrel, het is 5 uur. Het is 5 uur, inderdaad. Mensen, hartelijk welkom bij de bank zit dus vrijdagmiddagborrel. Alles voor de glimlach! Mannen, hartelijk welkom. Wij zijn vandaag helaas genoodzaakt. Hou even je bek en laat Roelof praten. We zijn helaas genoodzaakt, dankjewel, om deze video vandaag thuis op te nemen. En dat is niet omdat we een gebrek hebben aan inspiratie en ideeën. Nee, dat zou niet. Nou, mannen, proost. Proost. Mannen. Wij zouden eigenlijk vandaag naar een locatie gaan om te filmen. Alleen ging dat niet door. Omdat, wat dan? Nou, door dat ene. Dat we dus allemaal inderdaad een mondkapje op moesten. Wat betekent dat je eigenlijk net zo goed niet kan filmen. Want dan zie je niks. En het ding is dat wij vandaag dus dit lekker gaan doen. Als je het leuk vindt, laat een blauw duimpje achter. Speel ondertussen lekker je Weekend League. Want dat, die camera staat gewoon op mijn dop gewoon zo. Hey, we gaan vandaag een serieus gesprek houden, man. Stop eens met praten over piemels en seks. We kunnen het ook over Matties dop hebben. Mensen, vandaag is de vrijdagmiddagbol met de bankzitters. Elke vrijdagmiddag zitten wij er zo bij. Klopt. Soms alleen. Vaak alleen. Vaak alleen. Op onze kamer, eigenlijk gewoon achter ons bureau. Helemaal niet. Dit is gewoon een soort podcast XXL. Het is een soort podcast XXL met bitterballen en bier. Dus vooral voor ons een heel leuk opname. Maar wat zijn dit voor dingen trouwens? Maar Raoul, jij hebt... Ik heb een aantal dingetjes. Dit zijn kaashapjes en dit zijn bitterballen gewoon. Okay. Ik heb een aantal dingetjes voorbereid waar we het een beetje over gaan hebben. Ook omdat ik denk dat het voor mensen leuk is om te weten hoe professioneel wij nou eigenlijk te werk gaan. Bijvoorbeeld met het bankzitterskanaal en dingen. En dus ook hoe wij nu... Want jullie merken net, we recyclen ideeën nog af en toe. toch wel gelimiteerd worden door alle maatregelen en alles die er zijn. Kunnen we daar een voorbeeld van geven? Hoe we dat bijvoorbeeld eerst wel konden doen en nu niet? Wat? Nou, die limitaties. Wat je net al zei, wij wilden gaan skiën. Ja, heel leuk idee. Maar er komt wel... bitterbal. Een beetje bitter, hè, die ballen. Ja, een bitterballetje was het. Dat je een mondkapje op moet in die zaal. Bitterballen zijn helemaal niet bitter. Dat is echt ineens, je schiet me ineens te binnen. Maar ga verder. Nou ja, met een mondkapje op is een video gewoon kut. Ja. Want dan, je kunt niet praten. Maar praten kan, maar je hoort het soort minder. Ja, kut. Dat wel. Ja. Maar ja, dat is dus gewoon kut voor video. En je mimiek van je gezicht is weg als je niet kan praten of lachen. Ja. Moet je wegproberen. Hé, maar sowieso, wat ik ook leuk vind, is met bankzitters gaat het eigenlijk, zeg maar, buiten het feit dat we nu bepaalde video's niet kunnen doen, echt heel goed als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden en hoe snel dat is gegaan. Een aantal jaar geleden. Ja, toen deden wij nog niks. Nee. We zijn sinds januari dit jaar 2 keer gaan uploaden, toch? Ja, 2 keer per week. Ja, dat heeft wel geboost. En we hebben iemand in dienst gewoon. Ja, gewoon in dat sinds juli. Ja. Sinds 1 juli. Dus alle advertenties die jullie kijken, die zijn niet voor niet. Nee. Nee. Dus kijken meer. Ja. En daarnaast... Ik heb bijna niks aan verder, maar is het gewoon puur voor... Wij stimuleren de economie. Hè. Wij laten weer iemand geld verdienen die het weer uit kan geven. Ja, zeker in deze tijden zijn de bedrijven die de economie blijven circuleren. Zijn heel zeldzaam. Ja. We zeiden dat we Mattie de mooiste kamer in het huis hebben gegeven. Wel schimmelkamer. Zodat hij de bank zit in je schimmelkamer? Ik wil echt graag ruilen. Besef, wil jij ruilen? Nee. Een kamer? Oh. Jij hebt de chillste kamer, hoor. Heb je Mats kamer nog nooit geroken? Schimmelkamertje. Ja. Nee, ik ben nooit geroken. Nee. Echt, ik heb zo'n deur. Maar ik moet wel zeggen, er zijn sowieso wel ik vaak dagen. Ik zweer, elke week zit er op die fucking deur zit gewoon schimmel. Maar welke deur? Van buiten? Ja, van buiten, ja. Amerigo. Maar hoe kan dat nou? Maar soort, aan de binnenkant, van de buitenkant. Aan de binnenkant, ja. Aan de binnenkant van je. En dan moet je het dus schoonmaken. Maar hoe ziet dat eruit dan? Soort hoe ziet schimmel eruit? Groen. Ja, dan heb je groene vlekken. Groene vlekken. En dat stinkt, maar aan de handvat, of aan de hele de hele deur, ja. Deur gewoon zo. Ja. Wel smerig, ja. Ik keek laatst een oud fragment terug. En dan was in die tijd dat alles nog vlogger was. Dan was je gewoon FIFA-vlogger. Dat was legendary. De media snapt het nu soort van een beetje. Dat steeds wel, hoor. Maar degene die dat doen, die doen het expres. Om je te nakken toch, om je zo lullig neer te zetten. FIFA aan het spelen, maar je zelf gaat filmen terwijl je aan het spelen bent. Ja, dat is eigenlijk FIFA-vlogger. Dus als ik zo'n Enzo Knols die FIFA speelt, dan is hij een FIFA-vlogger. Nou, mensen met bankzit zijn we ook wel vloggers. Zeker. Dan vroeg die vrouw in de bijkorf van ons, hè? Ja, zijn die vloggers? En hij ook nog? Ja. Ik weet niet wat. Ja, maar anders moet je zo'n gesprek aangaan. Filmmakers. En dan had maar vriend deed filmacademie. Ja, ja, die filmen. Dus die kijkt neer op vloggers, zo van... Die noemt ons jumpcutters. Ja. Zo, dat vind ik een leuk verhaal. Nou, wij wilden dus een stagebedrijf worden. Want wij dachten, weet je wat, dan kunnen we stagiaires... Dat was onze huidige editor, wilde wel stagiair aannemen. Want dat hij een stageplek nodig had. Ja, dan hoef hem niet te betalen. Ja, kom maar buiten. Ja, dus dat wilden wij. Antonius. Dus, nou, dan komt dus zo'n vrouw. Of kutwijf, toch? Mogen dat ja, het mag toch niet geknipt worden, dus je hebt het al gezegd. Goed, helaas dat het niet geknipt kan worden, maar dat was dus een hele vrouw, vies, bittere bal. En die kwam hier binnen en die moet dan soort van
zeg maar, toestemming geven dat je een stagebedrijf hebt. Dat je een stagebedrijf hoort. Die moet je, gezondheid, die moet je keuren. Die moet je keuren, zeg maar. En ze kwam binnen en ik voelde gelijk al aan alles wat zij uitstraalde en deed. Van, nou dat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat. En dat wij niet goedgekeurd gingen worden. Nee. Zo meteen overal zat ze over te zeiken, maar voordat ze überhaupt binnen was gekomen. Wat zijn de voorwaarden om goedgekeurd te worden dan? Ja, je moet... Erkend leerbedrijf. Nou ja, dat wil je worden, een soort van. Ja, erkend leerbedrijf is wat je wordt als je goedkeurt. Ja, ja. Nou, het ding is, je moet een kantoor hebben. Ja. Nou, dit is niet echt een kantoor. Maar daar waren we nog wel mee weggekomen. Ja, ik denk dat we daar wel mee weg waren gekomen. Maar ik weet niet, maar waar was ze ook aan het zeiken? Ze was zeiken. Dat je begeleider hebt. Nee, je moet een begeleider hebben. Dus je moet iemand met dat diploma aan boord hebben. Oh. Maar dat was op zich ook terecht. Dat hadden we niet. Maar toen begon het van, maar ik heb gekeken. Jullie jumpcut dan ook, hè? Ja, en jullie doen dit. En jullie hebben geen goede belichting. Ja, voor de mensen die niet weten wat jumpcut is. Zo heet onze chat al 8 maanden de jumpcut. Wist jij niet waarom? Nee, ik ken het verhaal niet. Die chat heet al 8 maanden bang. De chat heet zeg maar jumpcutters, omdat zij ons niet belachelijk maken. We moeten even uitleggen wat jumpcut is. Jumpcut is zeg maar, je kan zeg maar knippen en dan dat de audio een stukje doorloopt. En of dat je Je ziet gewoon de harde knipjes de hele tijd. Zeg maar, als je voetbal een samenvatting kijkt, is het altijd, je ziet zeg maar het veld. En dan zoomen ze in op een speler als er iets gebeurd is en dan weer op het veld. Dus nooit veld naar veld. Ja. Voor een YouTube-video is dat heel fijn. Het is altijd een mooie overloop. Het gaat lekker snel onderop, maar bij televisie en media is dat een no-go. Ja, omdat het verboden omdat het lelijk is. Ja. Maar het is gewoon YouTube-stijl. Ik vind het dus bizar dat een stagiair dus wel bij een of andere kut regionale omroep aan de slag mag. Wat 100 views had op een YouTube-video en waar je helemaal niks leert. Dus letterlijk beelden achter elkaar zetten. Of je bent bij ons, waar je echt veel leert, veel dingen meemaakt en zo. Ja. En je haalt fucking veel views. Je zit bij een van de grootste qua views YouTube-kanaal van Nederland. Maar views is natuurlijk niet boeiend. Ja, maar ik vond het wel, zij was best wel denigrerend, zeg maar. Ze kraakten ons gewoon af dat onze stijl slecht was en dat we geen verstand van hadden. Zelfs blijkbaar was, ze was wel een soort verstand van die sector. Ja, dat doen ze volgens mij wel bewust. Dat ze dan zo iemand langs laat komen. Maar ze kraakt een beetje onze stijl af. Terwijl dat je denkt van, ja, hallo. Zij is helemaal niet in de positie om daar aan mening over te geven. Hou gewoon je bek. Je moet gewoon zeggen of wij een stagebedrijf zijn. Nou, dat was dus ik ga niet zeggen, ja, jullie editen slecht. Video waarom dat zou wel slecht? Misschien is ze wel een vrouwenvriendelijke video gezien. Die maken wij nooit. Dus dat maken wij nooit. Nee, Tinder-video daarentegen. Ook leuk vooral. We hebben toch maar één vrouwenvriendelijke video. Die Tinder-video. We hebben er een aantal. Die vrouwenvoetbal, daar zat ik aan te denken. Ja, die Tinder-video was niet heel vrouwenvriendelijk, want al mijn vrouwenvriendelijke grapjes zijn eruit geknipt. Kut, Anton. Ja, ik bedoel, longbeuren, walvis, stoomlocomotief. Nee, dat heb je allemaal niet gezegd. Lochtwijver. Kanonskolen. Olietanker zeker ook. Dat was een gedoe, die Tinder-video. Stel je bent een meid die gewoon leuk op Tinder aan het swipen is, dan ben je sowieso ordinair op. Op een middelbare basisschool. Er zijn een paar uitzonderingen, maar gewoon hoeveel in totaal hebben gezegd van ik wil eruit? We hebben er best wel wat gezegd, maar we hebben 6 volgens mij claims gehad echt. Ja, van 6 echte claims en ik denk nog een paar andere DM's dingen. Maar sommige snap ik wel hoor, daar niet van. Jawel, er zijn vast wel 3 uitzonderingen. Ik zou hem nog een keer snel kijken en downloaden zodat je hem altijd terug kan kijken, want hij kan binnenkort. Zomaar verwijderd zijn. Ah, hij zou eigenlijk al verwijderd moeten zijn. Ja, dat is dus we hebben wel gedaan wat we moesten doen. Ja, we hebben wel gedaan wat we moesten doen. Maar meer van, waarom zou je, tenzij je dus inderdaad zo'n beroep hebt, maar stel je bent gewoon een normale chick, waarom zou je dan gaan zeiken omdat je eruit wil? Nou ja, waarschijnlijk wordt ze toch uitgelachen. Maar ik zou het juist positief omdraaien. Er zat dus ook eentje in, die was maar 15. Oké. Maar dan lieg je nog over je leeftijd. Ja, daarom wil je eruit waarschijnlijk. Maar ik vond die ene, dat we echt, shout-out naar jou, die met die behoorlijke voorgevel, hadden we alleen een gezicht geblurred. En toen heeft ze ons een berichtje gestuurd van waarom, kun je volgende keer niet wat anders blurren dan alleen mijn gezicht. Ja. Dat vond ik dan wel leuk. Dat is wel een leuke video. Ja, dat was een toppetje. Dat was een topvideo. Daarover gesproken, we hebben nu al gezegd van ik moest wat dingetjes doen, we zijn allemaal dingen aan het regelen met bankzitterskanaal. En dat is ook wat lastiger. Dat er echt heel veel tijd in begint te zitten ook. Ja, je zou bijna zeggen dat het gewoon werk is. Ja maar dat zie je in de video. Maar ik denk oprecht dat er over uren verdeeld, dat er echt wel een uurtje of 100 in het bankzitterskanaal zit per week. Ja, als je allemaal een dag opneemt, is dat 5 keer 8. Nou, dan ben je nog meer kwijt. Veel meer denk ik wel. Maar achter de schermen ook, en dat zie je niet in die video's, maar bijvoorbeeld dat blurren elke keer. Jij doet alle financiën, onze boekhouder. En merch. En de merch. De nieuwe merch. En regelen. En alle campagnes waarvoor je nog steeds kan mailen naar teambankzitters@scoopers.nl. Nee, maar wat zou je zeggen? Er zit veel tijd in. Ik had een stelling, ik heb een paar stellingen en deze wil ik Mattie gaan horen, want ik ben benieuwd naar Mattie dat vindt. Mijn mening is ook altijd zo vlijmscherp. Ja, komt ie. Wat vind jij? Bankzitters is een origineel kanaal. Wij maken originele content. Nee.
De ideeën zijn toch echt absoluut niet origineel. Wij zijn toch als enige zijn we soort een... De groepsdynamiek is uniek bij ons. Maar verder is de video's zijn gewoon echt dikke copy-paste. Nee, Stefan de Vries, nee. Maar welke video's zijn tegenwoordig nog origineel? Nee, dat moet je niet. Kijk, wij krijgen heel vaak die vergelijking van wij stelen onze content of we hebben content genakt. Ja, dat gebeurt wel eens. Dat doet echt iedereen. Dat doet echt iedereen. Maar dat kunnen wij helemaal niet zo heel vaak krijgen. Wel eens, maar... Mensen hebben het gewoon geaccepteerd bij ons. Dank jullie wel. Ja, maar ze hebben geaccepteerd bij ons. We stelen het als je niet. Kijk, als je kijkt, het is nooit dat we een video zeggen van dit gaan we precies zo doen. Maar dat denken mensen wel. Je hebt van die Furtje, Stefan de Vries types, dat is alles identiek overgenomen. Ik vind dat het wel ons heel erg meevalt. Ja, natuurlijk. Ik heb bij Stefan ook zeggen, ik weet wel, Furtje is dat wel zo. Stefan ook wel af en toe, denk ik. Maar ik vind dat hij zelf ook wel goed een draad kan geven. Jawel. Iedereen heeft het wel af en toe, maar ook ja, dat, ja, maar dat vind ik dat hij ik vind hem juist wel iets meer vergelijkbaar met ons. Betekent niet dat je dan maar wel origineel bent. Nee, toch? Maar ik vind wel, als je dat buiten beschouwing gelaten, vind ik ons wel een origineel kanaal. Ja, maar niet door de content, maar wel door de editing en de dynamiek. Zeg maar toen, als je een concept nakt als alles bestellen van, dan doe je de eerste keer McDonald's deden we al anders, dat wij wel alles op hadden gegeten. Wat we trouwens echt hadden gedaan. Ja, wat nu ook steeds mensen niet geloven. Al echt. En dan die tweede keer bij die KFC denken van... Nou, we moeten het weer anders doen. We doen een snackbar. Snackbar hebben we ook nog gedaan. Nou, dat was wel dat was hetzelfde lijken als McDonald's. Dat was niet heel creatief. Maar ja, dat was voor die sponsorvideo. Voor dus ons is het creatief. We hebben 5 jaar FIFA-video's gemaakt. En heb je van de 100 video's maak je 50 pack openings. Dus boeien. Ja. Voor ons is dit fucking origineel. Wij zijn wel creatief, maar niet per se origineel altijd. Zijn wij creatief? Ik vind dat wij wel creatief. We zijn gewoon grappig. Ja, ik vind als je zo'n KFC-video met dat rat maakt, dat is dan wel weer creatief toch? We zijn gewoon grappig. En daarom worden soms dingen creatief, maar dat is dan niet per se origineel, denk ik. We hebben ook wel eens ideeën gehad dat we dachten, en maar bij die vlogs, dat we gewoon beginnen en dan is het zo van, we weten niet wat er gaat gebeuren, we weten niet wat er gaat komen. Dat is dus absoluut niet creatief, dat is gewoon grappig dan. Ja, natuurlijk is wel grappig. Het is toch wel creatief als je vanuit niets wel ineens iets hebt? Ja, dat, creatief is toch ja, iets verzint of zo. Creatief is toch staat niet gewoon. Ja. Niet? Ja. Ik weet het niet. Lastig. Nee, ik vind het eerder creatief dan origineel. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, oké, omdat we gewoon puur 100% niet origineel zijn. Dan ligt het ook wel ja, aan. Klopt, we zijn compleet kopie. Nee, maar in die vlog zijn we dan weer helemaal authentiek. Ja, authentiek. En dat voor de mond. En ook authentiek. Maar die mukbangs, van welk kanaal hebben we dat eigenlijk genakt? Dat doet echt iedereen. Oh, dat doet iedereen dan. Okay, ja, maar iedereen gaat weer commenten dat het van Sideman afkomt. Heeft Sideman een podcast? Nee, mukbangs. Oh. Ik kijk dus echt bijna nooit naar die Cyberman-video's. Dus ik dus ook nooit, dus, maar ik vind ze niet dus leuk. Ik altijd ook weer mensen, oh, dit is genakt van de Cyber, denk ik ook. Ik heb dus gisteren, voor ons gisteren, werd die, dat wij cadeaus voor elkaar gingen kopen. Nou, in de comments kon ik er wel een beetje uithalen dat kennelijk Simon dat ook heeft gedaan. Toen heb ik gisteren pas die video opgezocht, ik had het niet eens gezien. Precies dat, ja. Ik wist wel dat ze een video hadden gemaakt. Maar aan de andere kant denk ik, heel vaak mensen die droppen dan een leuke lijst van ideeën voor ons. 10 dingen, en dan zien wij een leuke staan, doen we die. En dan is hij ineens van iemand anders gemaakt. Ja, weten wij veel. Maar dat gebeurt ook heel veel. Hoeveel mensen hebben inmiddels al alles bestellen van McDonald's gemaakt? In ieder geval heeft ook gewoon 1,2 miljoen views, dus waarom zou dat niet doen? Je kan niks nu bedenken. Gewoon ja, los van de invulling, dan maar gewoon het idee in het algemeen, wat niet al... Ja, want nu, jongen, die dingen die nu allemaal toch werken, is dat 24 uur overleven daar, of alles bestellen van dit, of het slechtste en het beste bestellen, of het duurste en het goedkoopste. Dat wordt toch heel veel gedaan. Maar het is bijvoorbeeld, ik was ook toen... Kan iemand al, mee, ik was toen ook 24 uur, maar dat kost gewoon veel tijd en veel werk. En het is niet altijd waard, want als je zegt alles bestellen van een McDonald's, dat is heel simpel om dat te verzinnen en te doen. Mensen vinden het wel leuk, daar gaat het ook uiteindelijk. Maar als je in twee teams wel toch een keer als in twee teams zoveel mogelijk McDrives langs gaan, heb je ooit iemand dat gedaan? Ja, dat weet ik niet. Ja. Nou, nu wel, want jij hebt het nu gezegd. Dus kut. Maar wat bijvoorbeeld nou, ook, zo, wat is, ook is, dat die vergelijking gewoon met bijvoorbeeld Sideman heel makkelijk getroffen is. Ook omdat zij in de groep zijn en die niet. Want ik was bijvoorbeeld Matties slaaf voor 24 uur. Poepslaaf. Poepslaafje. Maar dat hebben echt, nou, ik denk 100 kanalen wel eens een keer gedaan. Maar waaronder ook Sideman. Dus iedereen zei van ja, dat heb je gestolen van de Sideman. Terwijl ik dat volgens mij eerder dacht van ook oh, kut. Maar vergelijking is ook niet heel raar. Hè? Allemaal vier YouTubers die al een kanaal Sideman Bank zitten, is wel gewoon hetzelfde. Wat maakt het nou uit als jij ongeveer hetzelfde idee doet op je eigen manier en je hebt het geïnspireerd op, laten we dat even noemen, dat klinkt. Ja, maar als het toch leuk is en je hebt een leuke video gezien, boeien. Ja, dat sowieso. Maar zo denk ik ook 99%. Had jij als 15-jarige dat niet gekomen met je grote bek? Ja, dat misschien. Dat je comment, maar als je uiteindelijk de video leuk vindt, is het goed. Maar dat is toch ook zo, want iedereen lijkt het wel. Ja, daarom. De video. Dus jij vindt het wel leuk. Dus is het een probleem? Nee. Ik vind het dus geen probleem. Je moet het ook niet zo als haat zien, toch? Laat me zeggen... Nou ja, maar mensen zijn weer het zeiken en dan lees ik 80 keer. Als je een YouTuber tegen, dan kun je toch ook tegen zeggen, wel lekker gedakt van die. Het hoeft niet gelijk haat te zijn, toch? Maar het feit dat we het nu weer over hebben, is eigenlijk al onnodig. Want een soort van... Ja. We geven ze een podium, die haters. Ja, nou, het zijn geen haters. Dat zijn geen haters. Het zijn gewoon mensen die ook een grote bek hebben. Net als jij. Net als vooral jij. Hoezo jij bent nog wel lief op zich. Hoezo wijs je ons dan weer aan? Ik heb helemaal niks te zeggen. Jullie hebben absoluut geen grote bek. Jij bent gewoon een zieke pussy, man. Mannen, de kutje likken. Wat is jullie favoriete video op het Bankzitterskanaal?
Oh, als we het toch hebben over... Godverdomme kruiden. Eenzaam. Ik denk eenzaam wel. Vind je eenzaam? Nee. Ik vind het nog steeds, maar dat is een soort van het legendarische, vond ik een soort van doorheen. Want ik zie dat toch een beetje als ons doorbraakmomentje na ook bij andere YouTubers bekend te komen staan van, oh, deze gasten zijn er nee, ook. Niet die Roos. De 538 release reacties. Omdat toen waren we wel opeens, toen kenden wel voor mijn gevoel iedereen ons opeens. Ja. Ja. Zeg maar, toen kwamen er grote YouTubers naar ons toe. Ik ga maar niet, we zullen maar geen namen zeggen. Want Dylan Hagen is jouw... Dylan Hagen en Calvin en zo, die toen al meer dan millisubs hadden. Die zeiden van, ja, wat jullie doen... Toen zaten zij nog op één level toch, die wij toen geroost hebben. Nu zijn die eigenlijk wel een soort van, trouwens niet, want de familie Lekker heeft gewoon 5 ton. Ja. Ja. Dus nee, maar zeg maar, zij zeiden toen tegen ons van, echt mooi dat jullie gewoon het randje opzoeken, misschien eroverheen gaan, dat je dat durft en dat je dat doet. Dat deden we altijd al, toch? Ja, maar toen kregen we wel die... ik pak die laatste gewoon. Die gunnings van kanalen met milli plus subs. Dat is toch wel... Toen dacht ik van, nou oké. Okay. Mijn favoriete video was Meme Review 3. Die vond ik heel leuk. 30 seconds. De Teletubby Voetbal Challenge. Die is wel leuk. Op niks naar de best bekeken. Goed geëdit trouwens, die Teletubby Voetbal Challenge. Die is goed, hè? Die Missy Mark in dat schermpje. Echt veel werk voor gedaan. Ik vind eigenlijk alle video's waarin iets over meerdere dagen gefilmd wordt fantastisch. Ze doen alsof Koen jarig is, Rob's kamer verbouwen. Heeft iedereen van ons wel eens een bankzitter video geëdit? Dat kon natuurlijk niet trouwens. Jawel jongen. Ja? Jawel jongen. Zaalvoetbal. Heb jij zaalvoetbal geëdit? Ik vind, maar oprecht, of die 538 en anders 24 uur overleven in de tuin. Ja. Omdat het zo kut was. Dat was zo die was echt kut. In een kut. Ja. Maar jullie? Ik heb de video die ik het meest gezien heb, ik denk de eerste pubquiz 6-7 keer gekeken. Maar die is nu een soort van outdated, Die is ook leuk. Ik vind de leugentakte met anderen ook nog steeds leuk. Ja. Dat is wel legendarisch. Niks. Die heb ik nooit meer gezien. Ja, niks is natuurlijk... Is dat de leukste video? Nou, andere categorie. Gewoon ziek. Wel ziek. Poldersport 1 heb ik heel vaak gekeken. Oh ja, dat is ook leuk. Poldersport 1 staat bij mij denk ik wel. Ja. Mark in het water. Je kunt het, Mark. Leuk dat Koen zijn favoriete video frikandel eten is en Poldersport 1. Daar was ik allebei niet bij. Eentje opgenomen met een richtmijk in een kutkamer zonder goed geluid. Wat hebben we één opgenomen? Een morning routine? Nee. Niet? Morning routine misschien nog? En wat hebben we dan nog? Oh, een minigolf. Nee, we hadden de eerste voetbalvideo en de morning routine en bankzitters achter de schermen hebben we allemaal op één dag opgenomen. Daar was iedereen bij. Bij Rob. Nee, was ja, die morning routine zat je in, maar dat hadden we achteraf op. Ik moet zeggen dat ik die video van dat jullie ons gingen achtervolgen met carnaval ook nog steeds wel erg ziek. Oh mijn god. Die ook heel leuk was, maar we het bijna nooit over hebben, was dat we Rob's verjaardag moesten voorbereiden in Den Bosch. Die heeft ook bijna 700k. Maar die heb ik bijna nooit nog een keer teruggekeken. Nee, ik heb die zelf ook gezien volgens mij, want ik zat daar niet in, dus dan kijk ik dat niet. Nee, ik heb wel één keer gezien. Er zat zoveel dedication in dat ik die opdracht om had gewisseld, waardoor dat jullie uiteindelijk, jammer, dat buik nog dat er een duif op mijn hoofd had gepoept. Heeft die 7 ton? Die heeft bijna 7 ton. Oh, zo mooi, zat hij daar? Jezus. Ja, ik heb hem zelf ook in mijn hoofd gepoept. Zelf ook dat was wel spannend. Het carnaval was echt spannend, jongen. Ja. Was wel echt goed, vooral... Dat was de eerste keer dat we dat soort dingen verborgen voor elkaar, achter elkaar rond gingen doen, toch? En dat hebben we daarna nog nooit meer gedaan. Nee. Daar begon het allemaal. Maar goed. Ellende. En altijd die mat, hè. Altijd zit hij in het complot van de kutjanussen. Je kan zelf ook wat ondernemen, stiekem. Nee, ja, maar ik mag ook allemaal niet verbouwen van jou. Ja, van mij wel. Schimmel wegpoetst. Ja, als jij de schimmel even een keer wegpoetst. Kom maar hoor, een deurtje open. Je hele kamer vol hangen met posters van schimmel. Amerika. Go! We hadden nog wel plannen voor bijvoorbeeld wintersport. Lijkt me echt fantastisch. Ja. Wintersport lijkt me echt fucking leuk. Ja, maar vooral gewoon om heel veel te zuipen. Dat ook. Ja. Maar daarmee is het begonnen, de crisis. Omdat mensen uit de wintersport terugkwamen en toen gingen carnavallen. Ja. Zo is het in Nederland. Carnavalon. En toen zeiden ze van, nou dan doen we maar eens après-ski. En toen blijven ze hier. Of bedoel je niet zo? Nee. Daar begon het gewoon mee. Wat? Carnaval? Ja, corona. Nee, corona. Was er corona! Was er een zo'n Nederlandse slagerzanger die daar echt iets van 200 mensen had besmet. Ja. In tent. Ja. Die hadden van Nederland in Tirol of zo. Toen hebben ze Tirol aangeklaagd. Gewoon de stad Tirol gewoon aangeklaagd. Wat zouden jullie verder nog willen maken van content? Want we hebben wel plannen, het is alleen soms lastig, maar om vooruit te werken. Nu vooral. Maar we hadden best wel plannen er ook om iets van wat meer met andere YouTubers in studio-achtige settingen. Ja, een soort en spel. Die hebben we ook nog steeds, ja. Dat script is mega outdated. Jawel, maar dat zijn zo'n al van die dingen die kun je nu ook niet meer doen. Want je kan nu niet gewoon productie met meer dan 10 mensen op één plek, dat kan gewoon niet. Ja, mag gewoon niet. Mag niet. Je kan nu niet met z'n vijf ergens gewoon chillen, skiën zonder mondkapje, om maar wat te noemen. Nee, dat is gezeik. Maar ik vind dat wij er niet zoveel last van hebben. Nou ja, nee, niet zoveel last. Maar als in van...
ik kan zo 20 ideeën opnoemen die we op een lijstje hadden staan die nu niet, die kunnen wel in een vorm, maar die wil je niet doen. Door 20? Ik zeg, ik vind dit een soort uitdaging. Een challenge voor die rol. Oké, ik zeg 13. Je gaat over. Nee, we hadden best wel veel ideeën die je nog steeds wel een beetje kan doen, maar die toch minder leuk zijn dat je ze van tevoren bedacht of wat voor maatregelen dan ook, die je dan daarom ook weer niet wil doen. Ja, klopt. Dat is het vooral. Nou ja, we willen toch vooral gewoon uitgebreider de dingen doen. Ja, dat is mogelijk aan hier twee collega's. Gewoon productie. Wordt dit zo'n crisis of waar je over 50 jaar soort van overdreven wordt hoe erg het was? Niet overdreven toch, want het is best wel heftig toch? Het is nooit gebeurd sinds de oorlog dat scholen dichtgingen. Maar als je erin zit, inderdaad valt het wel mee, maar wij hebben er geen last van. Maar als je in de horeca werkt, gaat het ook huilen, ja? Dat is wel zielig, man, die horeca. Als je er werkt, maar stel je, jij bent eigenaar, man. Maar gaan ze niet goed geopend worden nu? Ja, ik hoop het. Ja, maar dat komt ze natuurlijk nooit. Als je kan overleven, is het oké. Okay. Ik ken twee eigenaren die dus een kroeg hebben, maar die gasten... Ja, je moet echt huilen naar gisteren. Echt klote, hè? Ja. Die hebben... eerst moeten ze dicht, dan moeten ze er alles aan doen en dan mogen ze weer open. En dan krijgen ze nog elke keer gezeikt, terwijl ze echt veel voor hebben gedaan. Hele kroegen omgebouwd. Maar sommige zijn ook gewoon kut, hè? Ja, tuurlijk, die heb je ook. Maar die twee die ik dan ken in ieder geval niet. Maar zo, die kroegen zijn toch totaal niet? En dan moet je weer dicht. Waar fout gaat. Dus waar gaat het wel fout? Want het zijn dingen waar mensen bij elkaar komen en dan zijn ze een beetje bezopen. Dan gaan ze naar huis om even door te zuipen. Ja. Dat is het probleem. Denk niet dat mensen nu, omdat ze niet naar de kroeg kunnen, hopelijk komt het binnen bij die mensen. Maar wel minder waarschijnlijk. Vraag me af. Ja, het is sowieso minder. Nee, wel minder, want je hebt het groepje wat diehard zuip en die zullen door blijven gaan, maar je hebt toch ook het groepje is dit wat ook voor de podcast wat allemaal doen? Leuk vindt. Gaan we gewoon door zonder Roel, of hoe werkt het? Ja hoor. Ik aan, man. We hebben nog een leuke stelling, Roel. Ik zal even kijken. Wat je code? Ja, oh, kut, dat kun je nu niet zeggen. Ik denk echt dat het zin heeft. Ik denk ook wel dat het zin heeft, want er zijn wel minder mensen die dat gaan doen. Er zijn nog steeds mensen die gaan zuipen, dat is logisch. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, sommige mensen gewoon belangrijk. Gezelligheid en gewoon sociaal contact. Dat kan toch niet? Sociaal contact is toch gewoon belangrijk? Ja, maar waarom moet je de regels af overtreden? Dat moet je niet mij vragen. Op het moment dat wij niet samen zouden wonen, zou ik best wel, ik denk, lasten van hebben of zo. Ik zat gisteravond te denken, heel veel mensen alleen zijn en zo denken, dingen, stel je voor, je woont alleen. En woon ik alleen in mijn flatje Rotterdam. Ja, maar jij bent ook een beetje een aanzoekganger natuurlijk. Nou, klein beetje. Maar stel je voor, jij was dan wel langsgekomen dan? Jij zit er toe, je hebt een excuus om niet om mensen te komen. Je zegt, oh sorry, mag niet. Dat doe ik altijd, deur dicht op mijn kamer. Ik zie niet waar was dat Roel dat shirt en even haar Filena toen over had. Die make it up. Zo Cabella. Cabella. Nee, maar stel je voor, je bent niet zoals jij. Ja, je hebt echt mensen om je heen nodig. En je werkt 7 dagen. Maar waarom moet je daar de regels over hebben? Nee, luister, je werkt 5 dagen en je werkt nu ook thuis. Je ziet niemand en je woont alleen. Ik snap best wel dat je niet 4 maanden alleen kan zijn. Maar je kan toch wel mensen zoeken? Het is ook al bewezen dat niet kan. Je hebt toch gewoon sociaal contact nodig? We hebben elkaar natuurlijk. Je kunt alsnog bellen. Ja, wij hebben echt niks klaar, want wij hebben elkaar gewoon. Ja, weet ik. We hebben elkaar, hè. Maar dat is sowieso. Nee, maar inderdaad, mijn regels over te dat ben ik het wel mee eens. Maar ja, als je met 4 man natuurlijk bij iemand afspreekt, als 1 iemand corona heeft, heb je dat nog alle 4. Ik zag een leuk meme van, dan heb je een gezin van 3 en dan wil je een gezin van 7, die wil je uitnodigen om een verjaardag te vieren. Dat is ook, maar dat mag niet, want je mag niet 7 mensen over de vloer hebben. Ja, wel 13. Maar als je het andersom doet, met een gezin van 7 en heb je dus 3 mensen over de vloer, dan mag het wel, want dan heb je maar 3 mensen over de vloer. Toen belden ze naar die voorlichtingsdienst we willen 7 mensen uitnodigen, mag dat? Nee, dat mag, sorry, maar echt, je mag maximaal 4 mensen. Ja. Maar als ze ons uitnodigen, mag het wel. Puntje. Maar dat is dus oprecht zo. Dat is oprecht zo, ja. Is het niet dat je maximaal een aantal mensen naar huis mag ook, of is dat niet? Nee, want je telt als 1 huishouden en dan mag je nog 3 mensen. Maar misschien is dat ook wel weer, omdat dan in plaats van 7 mensen die gaan reizen, heb je maar 4 mensen die gaan reizen. Bij reizen, eindstand als je naar verjaardag gaat, stap je in de auto en stap je daar. Ja, maar niet even in de auto, hè. Mensen ook met OV. Ja, oké. En dan kan je beter 4 mensen over hebben dan 7. Vooral bij jongeren weer, ja. Wat zouden jullie, om toch weer over bankzitten te praten, ik heb vooral stellingen over bankzitters. Wat zouden jullie veranderen? Ik bedoel, we zijn met 5 mensen en natuurlijk heb je altijd wel studio, soms wel een kantoor, andere studio, toch? Een kantoor met studio, productiesletje, productieman. Maar dat is alleen maar omdat jij gewoon een sletje om je heen wil hebben. Nee, doe even een oproepje. Die zijn gewoon goed. Oproepje. Hij weet het niet meer. Gaat het dan weer gebeuren? Handje, even serieus. Je weet niet dat het niet geknipt kan worden, dus even nadenken. Jouw stukje is ook een driehoekie. Hier, hè? Ja. Doe even oproepje. Ja, maar dat kan niet, want we hebben nog geen kantoor. Ja, maar volgend jaar. Dus als we een kantoor hebben, hebben we een sletje nodig, die productie. Ja, dus ben je nou in de maak? En wat zie je nou in de Tinder video? Dadelijk neem maar iemand aan die gewoon... Ja, nou, weet je wel, die stagiaire ziet ze dit terug en dan... Oh, en dan ziet ze opeens van, wat een lul die koe. Nou ja, daar komt ze anders aan. Wat zou ons productiesletje moeten doen?
Nou, zeg maar, ik moet zeggen, op het moment dat het, dat, op het moment dat het iemand is die al gaat janken omdat wij productiestijdje hebben gezegd, dan is het niet degene die daar blijft. Vind je leuk dat sokken in beeld niet echt heel vies is? We moeten wel. Maar mijn sokken zijn nieuw, letterlijk nieuw. Letterlijk maar gewoon, het is gewoon vies, toch? Sokken. Maar wat nou als je gewoon met je schoenen aan en dan een beetje tussen de bank gaat voelen? Beetje... Hier ga ik geen uitspraak over doen. Maar, nee, maar luister, waar heb die bank heb je seks gehad op? Die plek waar Mattie nu zit? Ik voel het hier wel een beetje... Nou, tafel toch ook? En die stoel? Als je inderdaad daar niet tegen kan als productie... Oké, laten we even serieus zijn. Ja, we moeten wel producties slepen die goed in de schoenen staat. Met vijf dominante jongens. Nou, het liefst een lesbie. En Mattie en ik. Ik ben helemaal niet dominant. Hoezo het liefst een lesbie? Waarom? Zo snel je lust. Zodat Koen zich er niet door aangetrokken voelt. Lesbie hebben geen genoeg hoor. Jouw ogen wordt steeds roder. Je hele ogen zijn ik heb hooikoorts. En het is hier, iedereen denkt koude van stof. En ik denk niet dat Shamira je ooit schoonmaakt. Dus ik heb bij vak verkouden nu. Die Shamira. Of is dat onze productie? Nee. Nee, maar even serieus. Wat ik wil is een kantoor met een studio. Kom goed. regelen. Iemand van productie. Dus iemand die video's voorbereidt, zeg maar. Wil je dat erbij laten doen? Nee. Nee, precies. Wat? Maar productiesletje is toch gewoon leuk? Ik vind als we een man aannemen voor productie, noem alsnog het productiesletje. Ik vind het heel zielig dat we dit bespreken publiekelijk. Heb je dat niet? Wat? Dat we dit publiekelijk aan het bespreken zijn. Ik vind het echt sneu. Dit vind ik nog sneuwer trouwens. Vind je dat niet? Wat vind je we zijn nu publiekelijk onze plannen aan het bespreken die waarschijnlijk toch weer voor de helft maar goed komen. Omdat we fucking prutsers zijn. Hij is al zo negatief. Nee, ik ben niet negatief. Jongen, we zeggen het al 3 jaar. Onze video's zijn niet verbeterd sinds ze begonnen zijn. Laatst zei je nog van, ik vind dat de laatste tijd de video's echt beter zijn. Ja, dan komt omdat Antonius onze editor is. Ja, dan moet je niet zeggen dat het niet verbetert. We hebben alleen zenders gekocht. We hebben zoveel moeite voor meer. En een mooie lampen. Nee, lampen die hebben we echt al heel lang. Oh, die lightsabers. Ik heb die lampen al lightsabers. De camera is uitverkocht, toch? Of de nieuwe camera die we halen? Nee, niet op één site. Hebben we geen tweede site meer gecheckt. Wij zijn echt fucking prutsers. Wij zijn echt prutsers, wij. Ja. Ik word echt verdrietig van hoe prutser wij zijn. Als je doet, deabonneer maar gewoon. Nee, want we hebben echt dus vet. Maar wat wil jij veranderen dan? Onze video's zijn gewoon fucking amateuristisch, toch? Dat is toch YouTube ook een beetje? Nou, je moet altijd een soort van een verbetering zien. En als je een video van een half jaar geleden kijkt en je vindt hem nog leuk, dat is eigenlijk is dat kut. Je moet eigenlijk al vinden, oh dit is cringe, daar zit een fout, dat zou ik nu anders doen. Dat hebben we te weinig, toch? Nou, als ik 4,5 jaar geleden kijk, heb ik dat ook wel, hoor. Op een gegeven moment kom je ook op een level dat je een soort van, als je het dan nog heel erg meer gaat professionaliseren, dat het ook minder het leuk stuk wordt. Vind ik niet leuk. Je hoeft niet te professionaliseren, maar je kan toch wel altijd dingen blijven verbeteren. Of wat wil je dan verbeteren? Maar dan moet je toch dingen blijven verbeteren, video aanzetten. Dan moet je dus een cameraman hebben. Nee, dan moet je een camera kopen, godverdomme, die nieuwe camera. Ja, maar dan heb je dus een cameraman nodig ook. Ja, we hebben een cameraman in dienst! Ja, maar die kan toch niet elke keer als wij iets gaan opnemen en hierheen komen? Dan ja. Wel. En ook nog alle video's editen. Zolang onze cameraman in Siberië woont, kan hij sowieso niet even langskomen. Ja. Hij was Siberië oost, hè, dat is wel ver. Woont hij al in Utrecht trouwens? Ja. Je moet ook op een gegeven moment wel, op een gegeven moment kom je op een soort punt waarin je wel, dat vooral qua ideeën het nog beter kan doen, maar qua gewoon productie denk ik dat het niet... Je wilt ook niet te veel stuk tv maken. Je hoeft toch ook niet? Nee, oké, maar goed. Wat zijn dan de punten die volgens jou echt het meest verbetering... Ik zoek even een kanaal. Maar onze video's zien er wel echt heel amateuristisch uit. Soms wel, ben ik wel weer een beetje heen. Ja. Wat willen jullie echt nog opnemen voor een video? Windsport. Een boyband nummer. We moeten weer muziek gaan maken. We moeten wel weer muziek te lang geleden. Want het was echt goed. Het scoorde, vooral onze laatste hit, was echt een banger. Zuiver tot we kruipen. Het was geen banger. Nee, maar dit is niet een goede tijd om dat te doen, want dan kan je nu geen optredens meteen krijgen. Nee, ja, want die kregen we aanvragen en dan lopen de band. We hebben straks wel een heel arsenaal aan muziek. Ja. Mensen, als corona nou voorbij is, jongen, het lijkt mij zo leuk om voor een paar honderd euro even op te komen treden bij een van de kutfeest van jullie. Dus zoals Brent. Zoals Brent, die gaat ook altijd naar van die... Ja, nee, dat is echt een triest. Dat gaat echt goed. Dan zou jij dat spelen, dat gaat niet echt goed voor. Zo, als ze betalen. Nee, dat dan niet. Jawel, ik wel. Hoeveel zou je daarvoor krijgen? Ja, 2,50 keer eerst, nu 400 of zo. Maar zeg maar, we hebben straks, als we nog een nummer maken met bankzets, hebben we 4 bankzets nummers al. Ja. Dan kun je nog geen kartje in geld wolf. Ja, dus dan heb je er al 6. Dan is Spotify, this is bankzitten. Diss track. Diss track, ja. Ron Jans parodie. Ze sniper song. Maar nee, dat is van Olaf. En mijn in de map. Koois met kerst, hoor. Als je allemaal achter elkaar plakt, dan die coin is er. Ja, goed, hè? Wil je gewoon als je wil? Maar we coin heb je niet veel. Zo'n intro moet je weer maken voor Game Koning voor ons. Dan kunnen wij die gebruiken. Ja, als jullie budget hebben, dan wil ik best een budget maken. Wat is het tarief? Ligt aan hoe lang je wil. 30 seconden.
4K. Mogen we hem maar gebruiken? Eén keer? Ah, nee, één keer ja. je mag er een story en een post van maken, je mag gewoon één persoonlijke video gebruiken. Okay. Of een soort royalty, is dat elke keer als we hem gebruiken? Dat kan ook, ja. Weer 4K. Pak ik ook een stem eruit. Elke keer als je hem gebruikt, wil ik 80% van de winst die verkoop heeft opgeleverd. Oké. Geen kortingscode, affiliate link. Affiliate link. Nee, maar winst wordt zo echt langer zijn, moet een nummer opnemen, ben ik het ook mee eens. Ja, een nummer moet weer, man. Dat zou zo op zich prima kunnen. Ja, dat kan nu gewoon. Ja. Nu. Ja. Gewoon zo nu. Nu. Ik kan zo een berichtje sturen. Dan kappen we mee, nu. Ja, dan stoppen we er nu mee. Ja. Welk merk moet ons sponsoren? Easy Toys. Bavaria. Zo, een biermerk, dat zou toch fantastisch. Ja, gewoon een biermerk, maar dan... Mijn voorkeur gaat dan toch gewoon naar Bavaria. Noem nou niet precies dit, waar we het net hadden voor het bier hebben. Dan gaan we gewoon een biertest doen. Ja. Alleen maar. Atje Kratje. Atje Kratje, wel echt leuk hoor. Dat je op je kamer blijven zitten en dat je pas om mag staan als je kan leven. Ja, Atje Kratje en dan lekker naar bed met z'n allen. Dat is heel warm hoor. Wat vind je ervan dat je altijd voor lul wordt gezet om je Brabant heen? Ja, dat doet alleen in Brabant dus. Soms ook de andere dingen. Zo'n uit. Dat is mooi even het onderwerp eronder uit. Ik vond wel een goede vraag. Zouden er Brabanders zijn die kijken, maar echt typisch, het soort erop hè. Echt van typische Brabanders. Maar die dan... Ja, maar jullie vinden mij dus een typische Brabant. Ik zou denken... Versta hem niet hoor. Rob, heb je twee versies. Als hij met ons is, of als hij met Brabanders is. Nee, maar een soort van stel... Ja, dat denk ik ook heel anders. Ja. Stel, je zou echt een typische Brabander zijn. Dus als je met ons is, of met je beste vrienden bent. Zou je dan meer denken, ah leuk, Rob wordt gepest om al die Brabanders net zoals ik? Of zou je dan een soort jezelf ook aangevallen voelen? Dat ligt aan wat je persoonlijkheid is. Ja, dat scheelt ook per persoon. Sommige mensen willen niet aangevallen worden, sommige mensen willen dat gewoon lachen wel. Ja. Nou, ja. Wat boeit mij dan nou? Ja. Boeit jij? Ben ik dat toch ingevoerd? We krijgen toch comments van stop ermee. Hey. Nee, oh, die comment kreeg ik. Die kreeg me niet op. Dat was wel een meisje toch? Wat ben je doen? Meisjes vinden pesten. Nee, ik kreeg een DM van een meisje. En die zei, kan je het alsjeblieft verwijderen? Er was een broertje op mijn account die dit gepost heb. Ik heb er niks mee te maken. Ik had nu allemaal Snapchats van mensen. Ja, en het mooie was dat het twee dagen later ook nog in de bankzitvideo zat van dat Tinder. Toen zat dat screenshot in. Dat vind ik, snap ik dan niet, dat mensen dat dan willen dat het uitgaat van boeien. Kelvin FaceTimed mij. Neem op, we hadden het nog over hem. Ja, dat hij ons vet vond. Zie je hoe vet hij ons vindt? Hij wil hem in de bankinterview mee, nee, hij wil een video maken met dat. Yo! Wat doe daar? Jezus, wat een trieste bedoeling. Godverdomme, om 2 uur. Nee, vrijdagmiddag. Nou. Waarvoor bel je, jongen? Nee, ja, het ging per ongeluk. Oh. Ik klikte per ongeluk op jou. Oké, doei. Dat is niet de bedoeling. Later. Je teleurstelling is over. Hoeft afgelopen weken pijlen, die klappen natuurlijk. En geen mooi cadeau. Nee, ja, hallo. We hadden kutcadeaus voor hoe gaan toen we van 500 euro cadeaus gingen halen. En mensen vonden het allemaal zielig. Maar god, voor maar één video daarvoor, hè. Hebben wij met z'n allen een cadeau voor Raoul gehaald. Ja. Die fucking vis in die kom. Ja, en stop met zeiken. Hij zei vooral Gucci shirtje, hè. Dat zei jij wel. Nou, dat zei je even jullie. Ik heb het helemaal niet gezegd. Jawel. En niet? Nee, Rob zei dat voor me. Ik heb het nog gezegd. Oh. Dat staat natuurlijk buiten beschouwing, want alles wat wij jou geven in je leven, dat telt ook niet mee. Liefde. Die cactus. Bro, die cactus staat nog steeds op mijn kamer in Eindhoven. Nou, daarom, dan geldt dat toch niet? Oude cadeaus. Als ze oude cadeaus uit de sloot gaan halen, vind ik dat helemaal. Zo, die cactus was echt 200 euro of zo, ja, toch? Man. Ja, echt ziek. En die krachtloten, weet je die nog? Nee, die staatsloten. Nou, die moeten we nog 50 euro. Ik had ook nog een stelling. Op bankzitters content ben ik trotser dan mijn eigen content. Ja, maar ik maak gewoon nog FIFA-video's. Ik ben ook gewoon gewoon gebleven. Jullie zijn opeens allemaal ontspoord. Ontspoord? Jullie? Die twee. Hij had ook Milo, hè? Ja, maar ik maak er wel. Ik heb ook Martin, maar maak ik ook geen video's op. Ja, gewoon Rob. Natuurlijk ben je trots op bankzitters. Ik wel. Niet elke video, maar veel wel. Ja. Ook weer minder, omdat het is wel minder je eigen succes ofzo. Het is wel... Maar op de video zelf, echt, ja, hè? Niet om het succes omheen en alles. Ook want het één heb je zelf heel vaak ben je trots op een video en denk van ja, als ik er niet in zat, was hij ook leuk geweest. Ja, maar met die Tinder heb ik totaal niks toegevoegd, maar hij is echt altijd te leuk. Ik ben gewoon vooral trots op Koen. Maar je bent altijd trots op je... Je bent altijd trots op je eigen kanaal meer, omdat je dat vanaf een zolderkamertje op een laptop vanaf één sub hebt opgebouwd en dit was gewoon. Uiteindelijk is iedereen wel voor Koen wel. Maar hij vroeg op de video's. Ik ben bijvoorbeeld, zeg maar, toen... Wat hij zegt is wel even... Kan jij zo even in de camera? Ja, maar sorry, wil je hem neuken of zo? Wat heb je voor gezegd? Je zegt wel even... Maar hij vindt dat echt, dat is het erg. Ja, maar hij vindt het wel zo. Wat vindt hij echt dat hij dan? Dat zie je hij is onvervangbaar. Zie je hem nee, echt bullshit. Ik vind dat niemand van ons onvervangbaar is. Ja, maar ik zie het.
Dat is dat we allemaal vervangbaar zijn. Kijk, ik had het net over met jou. Nee, je moet geen mie hebben. Dus we zijn allemaal niet vervangbaar. Nee, ik zeg, we zijn allemaal niet vervangbaar. Niet vervangbaar. Nee, vervangbaar niet, maar weg. Ik vind dat iedereen bij StukTV vervangbaar is en wij allemaal niet vervangbaar zijn. Ja, zeg maar, StukTV is wel vervangbaar. Ik vind dat iedereen bij StukTV is heel vervangbaar. Ja, ik vond van niet. Maar we zaten op Instagram te kijken. 500k volgens mij. Nee, 200k meer dan Giel zelf. 200k meer dan Giel. De StukTV Insta heeft 1,3 miljoen volgers en Giel maar 1,1. Dat vond ik best wel merkelijk. Dat is toch hun ding? Ze hebben toch meer zo'n brand en dat opgebouwd? Ja, maar dan is het kanaal te groot. Ik denk niet dat Giel heel vervangbaar is. Nee, denk ook niet. Maar ik denk Thomas en Stefan zijn gewoon vervangbaar. Maar zou die wilde met Bansje ook kunnen dat Bansje groter is dan mijzelf? Niet. Nee. Nee, niet dat ik bij jou is dat al het geval. Ja, op YouTube of op Instagram. We hadden het wel op Instagram. YouTube in principe gaat hij ons inhalen. We hadden verwacht dat we op YouTube onszelf al hadden ingehaald zelfs, Koen en ik. Ja. Alleen Koen ging opeens heel wat groeien en Bankzitter stopte ermee, dus hebben we mij nog niet ingehaald. Ja, maar het op lange termijn. Ja. Toch wel een beetje ja, ons drieën wel. Nou wordt de termijn wel langer voor Koen in ieder geval. Vooral hoe moet nog blijken. Ja, maar even los van termijn. Gewoon even puur hypothetisch, gewoon als je eindeloos door zou gaan, zou dat wel... Ja, zou Bankzitter op een gegeven moment wel inhalen. Maar dat wil je maar, toch ook? Of Mattie ooit gaat inhalen? Ja, maar dat is ja, dat kan alleen denk ik niet dat wij ooit mainstream... Maar dat willen we toch ook niet? Dat willen we ook niet, maar dat betekent wel dat er een limiet op zit. Ja, Prankster had 9,5 ton, hè? Ja, Prankster, hè? Ja, Engelse subs door die cola-video. Nou, misschien moeten wij ook cola in ons zwembad gooien. Oh. Cola lijkt wel, hè, want... Maar jullie denken dus wel Bankzitter doorkomt met 4? Nee. Nee. We wilden gewoon jou horen. Met 4? Nou, nee, dat is niet je kan wel een video maken met 4, dat merk je niet echt terug. Nee, maar dat is één video. Ah, stil. Je had iedereen wel zijn rol uit binnen Bankzitter, maar... Wij vinden het gewoon leuk en rond op de financiën. Wat is iedereen zijn rol dan? Hij is een leier, joh. Hij verandert het toch kut. Hij verandert zo als de camera aangaat. En deze man is buiten de camera echt altijd aardig. En als de camera aangaat, moet hij me altijd belangrijk maken. Hij lijkt de Derksen, weet je wel, dat is zijn rol. Deze mensen elke avond in mijn kamer en dan hebben we gewoon een goede gesprek over mooie dingen in het fucking leven. Mooie dingen in het leven, zoals wat dan? Geld! Nee. Deze man is achter de camera echt een goede, aardige jongen, maar op camera is het echt de grootste idioot die ik ken. Echt een tyfuslul. Je bent altijd zo onaardig tegen mij in beeld. Dat is echt zo... Mensen denken voor... Nee, op tyfen! Mensen denken volgens mij ook echt dat jij mij niet mag ofzo. Ja, maar dat is echt terwijl dat wij elkaar hebben, kunnen elkaar hebben. Mensen denken dat elkaar niet mag. Koen wordt zo gezien als een soort haat naar alles. Ja, maar dat heeft hij ook op beeld. Buitenbeeld alleen maar naar dingen buiten zijn eigen kringetje. Ja, het is wel een tyfuslul, maar niet naar mij toe. Maar op beeld is hij ook naar mij een tyfuslul. Ja, maar Rob wordt zo boos, dat is leuk. Ja, dat is leuk. En daarom doe ik het. Voor de content. Maar ja, offline is niet leuk. Als je dan boos wordt, alleen ik kan ervan genieten. Ja. Maar ik wil dat iedereen ervan kan genieten. Dat is voor mij het ding. Ja. Nou, we zijn allemaal heel dankbaar. Akelige vent, jongens. Echt een akelige vent. Eigenlijk is de rolverdeling gewoon... Johan Derksen. Gijpie. Jan Baskamp. Hans-Jan. Wim Kieft. En ik ben dan Snitch Wilfred. Snitch Wilfred. Ja, mensen naakt. Zijn jullie al een snitch? Voor geld wel. Ja? Nee, natuurlijk niet. Oh. Maar als jij grappig van Quasi maakt? Zou jij voor een miljoen naar StukTV gaan? Naar StukTV? Ja. Ik zou wel naar Pranks gaan, maar naar StukTV niet. Smoor? Tuurlijk zou ik dat doen, jongen. Ja, jij niet. Is dat toch vervangbaar? Heb je net nog ja, maar jij hebt al een miljoen, wij nog niet. Nee, maar ik zou nooit bij StukTV gaan. Nee, ik dat lijkt me helemaal niks aan. Een miljoen? Nee, jongen, echt, ik zweer je, als ze bieden me 20. Een jaar. Natuurlijk ben ik, jongen. Godverdomme. Heb je jaartje uitgeleend? Daar hebben we echt nog nooit iets van gehoord of zo, hè? Van StukTV. Dus logisch, komen niet mee in contact of zo. Toch? Ja, ze hebben ons gefeliciteerd. Ja, zeker. Gefeliciteerd, jongens, met jullie prijs. Ja, zeker. Ja. Wat zei ze? En ik heb Giel een keer gezien in de Mediamarkt. Zo. Wat zei hij toen? Lekker op tv kopen! Ja, precies dat. Oké. Waar dan? Eindhoven. Mediamarkt Eindhoven. Wat waren ze aan het doen? Scooteren? Nee, hij was een tv aan het kopen. Scooteren? Hij stond bij de tv, dat zou zo. Toen was ik ook. Maar even stuk tv is gewoon wel legendary en we... Daar kijk ik neem misschien mijn leven 10 video's van. Nee, vroeger kijk ik heel veel. Ik kijk vroeger altijd. Hongerige wolf alleen. Een soort van... We kunnen die ook nu wel gaan roosten, maar ja, als we ooit dat daarvoor een keer gevraagd willen worden. Maar dat worden we toch niet. Nee, willen we niet. Kom misschien. Waarom ben je niet gevraagd voor jassen, zo? Nou, ik moet je wel vertellen. Wij gaan jou niet meer helpen dan, hoor. Met oranje pakken rondrennen overal in het bos. Nee, ik ben nog niet gevraagd voor jassen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een ding voor dat soort dingen nooit heel erg mainstream willen worden. Want ze nooit 5 mensen tegelijkertijd voor iets gaan vragen. Dat kon wel. Ja, dat wel. Dat kan wel. En dan wordt het dus een bankzit, dat is niet mainstream. We moeten hopen dat Koen zo bekend wordt dat hij ons daarin meetrekt. Nee, je zag wel toen ik booming ging het ook met bankzit goed.
Toch? Het is ook zo, als Matt heel goed ging, gingen wij ook allemaal goed. Ja. Als je ziet dat één iemand echt ineens een soort uplift heeft, dan profiteert echt iedereen ervan in onze kring. Dat was vroeger wel meer inderdaad, want toen... Echt voor het kanaal was het echt veel meer. Ja. Nu is het... Nou, jij ineens een boost wat nergens op sloeg, maar 80.000 subs in een maand of zo. Ja. What the fuck? Nou, echt bizar. Hé, ik sta in de krant met mijn Timothy en Messi pack. Echt? In de Limburger. Dan wil je staan. Over kom je uit Limburg? In Futty mag wat kosten. Dan hebben ze weer zo'n kutartikel? Ze is een kutartikel dat het zogenaamd gokken is. Vind jij packs gokken? Nee, natuurlijk niet. Maar packs is geen gokken. Nee, het is gewoon niet. Nee, maar voor de mensen die dat zeggen, kijk... Die snappen het niet. Of iets verslavend is iets anders dan dat het gokken is. Je krijgt, meestal als hier een nieuwsartikel een item aan spenden, is dat zo'n heel cringe item over die pakketjes en zo. Dan gaan ze uitrekenen wat je nodig hebt voor Ronaldo. Loop, dat werkt allemaal niet. Nee, maar het ding is, gokken is als je iets opent, je weet niet wat je krijgt. Nou, tot zover, dat klopt. Want je opent een 4-pack, je weet niet wat je krijgt. Dan staat er wel bij je verliest wat de kans is. Ja, en het is gokken als hetgeen wat eruit komt, als je dat, zeg maar... De bedoeling is, kan verkopen. De bedoeling is als je dat voor echt geld kan verkopen. En dat is niet de bedoeling. Zeg maar, gokken is toch als je naar het casino gaat. Ik ga met 100 euro naar het casino. Ja, en wat is dit dan? Ik wil met 200 euro eruit komen. Dat wilden wij nog doen voor de video dat we cadeautjes moesten kopen. We hadden op een gegeven moment nog 200 euro overdacht. Ja, dicht toch dan niet? Huh? Waren die dicht? Nee, casino. Alleen dachten we van ja je kan het niet helemaal kut, hè? Eigenlijk is Packs over meer vergelijking met als je naar de Game State gaat. Je betaalt dat 20 euro te goed. Die gaat dan volgens mij een beetje van die tickets halen. Denk ik. Ja, nee, want die tickets kun je dan weer inwisselen voor andere dingen. Nee, ja, voor geld. Dus, als je voor geld doet, dan is het gokken. Je kan dus bij je games kun je of 1000 tickets of 10.000 tickets met hetzelfde geld eruit halen. Dan heb je of een hele grote knuffel of een kleine knuffel. Ja, dat is een beetje het ding. Want je krijgt sowieso niet geld terug. Eigenlijk meer daarop. Maar ik vind dat nog meer gokken dan Viva Pack. Als je, het ding is, je kan er, als je het heel goed doet, kan je nog AirPods krijgen of zo, en die kan je nog verkopen, heb je geld. Dus dan, hoe je het verkeerd hebt, heb je nog geld ingezet, wel met een tussenstap. Ja, dat is mezelf niet uit. Maar Viva Coins kan je niet verkopen. Het is volledig tegen de terms of service, en het is niet tegen de terms of service van Apple dat je AirPods niet mag verkopen. Ja, op die manier. Ja. Maar die dingen zijn wel gemaakt dat je nooit winst kan maken. Waarom als je altijd 1000 punten of Flappy Bird haalt voor 50 cent? Dat is ook zo. Maar ik vind het niet gokken omdat je 100% zeker bent je geld kwijt. Dus waar gok je dan mee? Je gokt toch niet met je geld? Wat is het dan? Onethisch? Dat zou je, voor sommige mensen zou je dat kunnen zeggen. Voor wie is onethisch? Ja, weet ik niet. Ja, om het te promoten. Om het te promoten of om het van FIFA om dat die mogelijkheid te bieden zo. Maar ja, op het moment dat je ergens in je video een blikje energie drinkt, is ook onethisch. Maar wat ik dus niet begrijp, blijf je bezig. Je ziet nu op dat internet die hele Pokémon Logan Paul, dat was wel gokken. Van die eerste generation komt op. Dat is letterlijk gokken nu. Je hebt zo'n pack ding en daar open je die Pokémon in de hoop dat je wat ervoor krijgt. En ze zeggen lekker letterlijk bij, oh deze is $4.000 waard, dit is $5.000 waard. Doneren is sowieso echt heel gay, toch? Stream jij was net, toch? Ik zeg er altijd bij. Als mensen zeggen... Waarom hebben jullie donaties aanstaan? Dat snap ik dus niks van. Hebben jullie dat vroeger als kind naar zo'n ding? Ik heb nooit een cent gedoneerd. Ja, heb je ooit gedoneerd? Als kind niet, maar wij deden al YouTube toch toen ik... deed YouTube toen ik 15 was, dus toen doneerde ik wel eens namens... Ik doneerde wel eens jullie, of van iemand. Precies, maar gewoon niet dat je naar te kijken naar PewDiePie, dat je daar ging doneren of zo. Ik had bij YouTube had ik het nooit. Ja, bij YouTube had ik het ook niet aanstaan. Dan krijg je er nog wat voor. Ja, maar doneren, ja, ik weet niet, zeker met van die... Echt veel mensen doen dat. Ja, dus veel meer mensen abonneren dan doneren, man. Jawel. Doneren gebeurt helemaal niet veel, dat is vaak gewoon dezelfde, heel vaak. Er zijn 5 mensen die doneren en er zijn 200 mensen die abonneren. Maar ik kan mensen niet, ik zeg altijd van, doe maar lekker niet, houd lekker zelf. Waarom zet je het dan niet uit? Ja, omdat ik er ook niet op tegen ben. Waarom niet? Waarom wel? Als ik kom een keer met Dutch YouTube Gathering, de eerste gathering waar ik was, of de tweede kwam mijn gast naar mij toe, die gaf mij jochie van 12, die gaf mij €5. Die zei van, ik kon niet doneren met IBAN, dus deze mag je hebben. Toen zei ik van, hoef ik niet, maar dat is toch echt raar als je dat zo voor je gaat zien, hè? Zo'n gast die jou geld geeft. Stream op YouTube, toen kreeg je dat toch ook de hele tijd? Ja, dat kon ik niet uitzetten. Kun je dat echt niet uitzetten? Wel. Dat is een super chat toch of zo? Jij zou er niet uit, maar je kan het zeker wel uitzetten. Ja, maar ik heb één keer gestreamd. Als ik dat systematisch zou doen, denk ik dat best veel geld gaat thuis. Dankjewel. Heb ik packs van geopend. Nee, ik vind ook, want zeg maar, even kijken met elke YouTuber. Het hangt meer aan hoe je het aansport ook te doneren. Elke YouTuber die streamt. Over het algemeen, niet elke dat is bullshit, maar die hebben gewoon een prima loon. Het is vaak ook een bericht met een vraag of iets, of een antwoord, of... Ik vind dat een beetje stom of zo, dat je geld moet betalen om een bericht te lezen. Maar het is misschien wel de enige optie. Maar waarom doen mensen niet gewoon dat zeg maar, je kan abonneren en dat geld hou je, en inderdaad dat doneren is dan voor als mensen een bericht doen, maar dat je dan gewoon het gedoneerde geld dat
doe je of iets leuks mee voor je kijkers inderdaad. Of je geeft gebeurt het over het algemeen doel, toch wel. Je geeft dat goed doel, weet ik veel. Gebeurt over het algemeen toch wel. Op het moment dat je het zelf dat je echt gaat aansporen, dan vind ik het wel echt fout. Maar op het moment dat mensen zonder, als mensen in een chat vragen waar kan je doneren, hebben we er nooit op gereageerd. Dat doe je bewust, je leest als, je berichten als wel. Jij voor een groep mensen staat, zeg maar, stel je voor, vroeger bij de Zuurlijke hebben we dat is een andere vergelijking. Nee, maar stel je, even voorbeeld. En allemaal mensen schreeuwen, ik wil een handtekening, mijn handtekening. Iemand zegt, ik wil een handtekening, hier heb je 10 euro. Dan is het toch raar dat je alleen diegene met 10 euro een handtekening geeft. Ja, maar je reageert uiteindelijk toch ook gewoon op random mensen. Ja, okay, maar, ik heb het niet per se over jullie. Ik heb in het algemeen, er zijn ook voor mij genoeg YouTubers die echt alleen op de donatie dingen reageren. Ja, ja, maar, nee, ja, maar dat is toch raar. Dat is toch triest. Ja, dat is maar aan raar. De andere kant, als jij echt veel kijkers hebt, dan snap ik het wel, want dan is het gewoon niet nou, dat is in Nederland, bestaat dat dan niet, toch? Ik heb wel eens zitten kijken in een livestream van PewDiePie. En dat gaat zo snel achter elkaar, het komt niet eens in beeld. Nee, klopt. Het komt alleen in die chat zie je dat iemand doneert. Denk van, ja. Je hebt 150.000 kijkers. Ja, ja, maar dan denk ik van waarom zou je daar überhaupt doneren? Maar dat iemand het doet aan een streamer die altijd kijkt. Kijk, ik ben niet van het streamen, dus ik kan er niet zo over meepraten. Maar je hebt genoeg van die gasten. Ik streamen allemaal niet zoveel. Ja, je hebt genoeg van die mensen die 5 keer per week streamen, waar het hun werk is. En als je daar 5 keer per week naar kijkt en je betaalt hem af en toe omdat je hem zo gewoon wil ondersteunen, vind ik het niet per se iets heel fout. Ik vind ook op het moment dat hij dan in ieder geval niet om de 5 minuten gaat zeggen. Oh, je kunt ook doneren. Hey, trouwens, je kunt ook doneren. Hey, maar als je doneert, hey, maar als we nou zoveel donaties halen, ga ik dit van doen. Dan vind ik het echt fout. Maar op het moment dat ik iemand... Ik weet ook zeker, Rob of ik, we hebben nog nooit benoemd van iets met doneren. Zeg maar, nooit... maar ik heb 3 keer nu gestreamd. Ja, nee, maar daarom. Maar ik vind dat hetzelfde als dat mensen zeggen van een YouTube-video van 15 minuten van nou, hè, je hebt er 3 S in geflikkerd. Ja. Ja, maar dat boeit me, dat kost mensen niks. Dat vind ik ook bullshit. Tijd. Ja, maar dat kost mensen niks. Je krijgt content. Soms pleurt je automatisch via S in het zelf, hè? Ja. Soms na 30 seconden alleen, denk ik, dat is voor mij. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand zei, je hebt echt fucking veel ads. En dat ik ging kijken en had ik er 3 gedaan. En dan YouTube er zelf nog, wat ze dan automatisch doen, ook 3 gedaan. Er stonden er 6 van die dingen in. Trouwens, Matthijs, als je kijkt, je hoeft geen 10 minuten 1 video's meer te maken. Het is vanaf nu 8 minuten 1. Want vanaf 8 minuten kun je een midroll doen. Ik heb ook YouTube Premium. Maar als je dat na gaat berekenen met hoeveel minuten je YouTube kijkt. Ik kan echt nooit meer zonder. Dus dat mensen wel zeg maar Netflix abonnement betalen om content te kijken, wat logisch is. Ik haal mijn YouTube Premium er echt niet uit, hè. Je kan jezelf niet terugverdienen, maar het kost $15 in de maand, maar je wordt helemaal gek als je alles, 16 euro. Alles aanklikt en je krijgt ads. Ja. Ik vind het wel bizar duur trouwens YouTube Premium voor, je krijgt geen extra content. Ja. Met alleen de film van Logan Paul kun je kijken. Ja. Nou, leuk is. De serie van Justin Bieber kon je 1 aflevering gebruiken. Ja, die was echt kut, jongen. Ja, ik heb 1 aflevering gezien, helemaal ruk. Kon je dan een week eerder toch wel kijken of 2? Justin Bieber. Nee, het is echt heel duur voor wat je krijgt. Wat ik dus raar vind, ik zat te denken, waarom heeft Google niet gezegd, maar misschien heeft Google het ook wel heel lastig gehad tijdens corona, maar mij lijkt het niet. Waarom hebben ze niet op een gegeven moment gezegd van we geven alle creators in plaats van ze pakken voor mij 55% al, voordat het überhaupt dan naar ons netwerk gaat, die pakken nog een percentage, dan krijgen wij het. Waarom hebben ze niet gezegd van we geven creators 20% extra om de coronamaand door te komen? Toch echt waarom zouden ze doen? Omdat Google toch in dat opzicht toch gewoon een kutbedrijf is. Ja, die hebben toch ook een machtspositie. Ja, maar als ze dat gedaan hadden, dan had iedereen van zich gehouden toen meteen. Waarom zouden ze de aandeelhouders niet. En die bepalen uiteindelijk. Als je gewoon zo'n totale monopolie hebt, hoef je toch dat allemaal niet meer te doen. Nee. Dan hoef je helemaal niet meer te winnen. Dan hoef je helemaal geen zieltjes meer te winnen. Dan ben je gewoon al beter op. Nou, is het niet zo dat je heel veel te klagen hebt gehad, toch? Nou, de ads waren echt slecht, hè? Ja, een paar maanden. Ik heb geen advertenties gehad, hè? Ik had een fucking slecht kwartaal, 2 kwartaal. Ja, dat is 1 kwartaal. Ja. En dan valt het nog mee, toch? Bij mij zakt het ook echt naar ja, maar luister, wij hebben veel views, hè? Als je 700.000 views per maand hebt... Dan kon je echt niet van. Ja, maar waarom ben je fulltime YouTuber als je 700.000 views hebt? Nou, je hebt 2 CPM, heb je 1400 euro. Ja, dat is gewoon te weinig. Ja, en dan heb je nog een campagne van 1000 op... Nou, dan zit je echt op de ondergrens, hè? Nee, dan heb je gewoon een modaal inkomen. Dat is gewoon ja, maar als YouTuber, als je net genoeg views had met een campagne de maand om een modaal inkomen te halen... Ja, oké, dan heb je 1,2 miljoen views. Dan zit je ook toch laag? Dan heb je 400 euro per maand met 2 CPM. Nee, misschien als je net die stap wilde maken naar fulltime, dat je dan zo... Dat is wel zielig, maar al ga je inderdaad van 400 euro ineens naar 1200 euro. Maar hoeveel verdiende jij toen je ging? Je fulltime eigenlijk nog niet eens, maar... Ja, ik weet het niet. Mijn verschilt ook hoor. Je ziet best wel vaak van die YouTubers dat die van die burn-outs krijgen. Ja, snap ik ook. Nou, ik snap het dus fucking goed. Waar iedereen zegt van, oh, YouTube is toch geen werk. Ja, kijk, daar ben ik het ook mee eens. Ja, maar dat zijn mensen die je daar ben ik het ook mee eens. Die jezelf niet inzit. Nee, maar die weten dat ik snap het ook wel. Maar het ding is wel, op het moment dat jij gewoon huur hebt, of een hypotheek... En je hebt die views en YouTube kan eigenlijk de ene maand zo gaan, de andere maand zo. Kijk, bij mij ging de eerste maand, of de 2 maanden terug naar, was ik de grootste van Nederland qua groei. En nu gaat het gewoon alsnog fucking goed, maar wel een stuk minder dan toen. Maar voor mij maakt het niet uit, want ik verdien alsnog genoeg, weet je wel. Maar kijk nou al die Fortnite-YouTubers. En veel ook, hè? Maar, ja, maar en veel, met name die Fortnite-YouTubers. Het is bizar. Maar ding met een burn-out is toch vooral, als je een timmerman bent, je gaat elke dag naar je werk en die man zegt tegen jou, maak die zo, dan krijg je nooit een burn-out van. Je hoeft niet na te denken.
Terwijl op het moment dat je YouTube bent, je moet elke dag denken, oh kut, ik moet wat uit. Ja, en die onzekerheid. Ja, het ligt aan, als jij eigen onderneming hebt. Ja, en er zijn geen mensen die zeggen, maar als je gewoon in loondienst bent, kan je eigenlijk nooit een burn-out krijgen. Tuurlijk wel. Minder snel, dan ben je uit jezelf, je moet gaan bedenken. Het ligt eraan, kijk, je hebt natuurlijk meerdere factoren van wat er allemaal meespeelt. Veel meer zekerheid in loondienst. Je hebt meer zekerheid inderdaad. Je kan wel ontslagen worden, maar als je ontslagen wordt... Je kan ook meerdere krijgen met je vrouw bij je. Maar als je in loondienst bent, je hebt een verantwoordelijkheidsbaan, laat maar zeggen, met verantwoordelijkheid. Dan ben je ook gewoon 60 uur in de week, kun je wel makkelijk een burn-out krijgen. Maar het ding is met YouTube, kijk, stel je voor je hebt 1000 of 1500 euro huur per maand. En je hebt een kind en een hond. Je hebt een gezin inderdaad, en dan moet je werken. En je verdient 3500 met YouTube eerst. En dan gaat het kan letterlijk deze maand zo gaan, de maand na zo. En je verdient ineens al maar 1600 euro, terwijl je 1500 huur hebt. Ja, dan raak je gewoon compleet in de stress. Het was dus toen corona net begon. Nou, de ads gingen bij mij echt naar een derde van wat het was. Ja. Ik denk bij iedereen. Ja, ik weet niet eens meer. Ik had echt niks meer. En alle campagnes gingen niet meer door. Ja, dat ook vooral. Er werd een en ander met afgeblazen. Ja, met EK was wel kut, ja. Zeg maar, we verdienden alsnog wel... Oké, als je een bepaald levenspatroon hebt, of je hebt dus inderdaad een hypotheek die daarop is afgestemd of wat dan ook, dan had je echt wel problemen gehad hoor. Al die artiesten er ook. Ja. Die kunnen gewoon niet meer optreden, terwijl die hebben een leven, die betalen huur, weet ik veel. Ja, maar dat is nu toch ook, want dat kunnen we wel zeggen. We wonen hier nog een jaar in het huis, en dan daarna, dan jiet het allemaal weg. Want ik ben helemaal stront klaar met jullie. Ja, dat is wel tof, want Rob, Matt en ik gaan dus samenwonen. Ik denk dat dit vooral van we gaan het huis van Jeroen van de Boom wonen. Nee, maar we hebben 2 jaar samen gewoond. Nou, fucking leuk. Al hebben we nu pas een jaar, maar het gaat gewoon perfect, toch? Denk ik. Maar op een gegeven moment, ja, kijk, met name jullie twee zijn gewoon echt oud. Dus jullie moeten al gewoon een beetje gaan kijken. We zijn maar dichter bij de finish dan bij de start. Ik heb mijn levensverzekering afgesloten. Ja, nee, maar, zeg maar op een gegeven moment is het ook weer gewoon tijd om voor jezelf te gaan. En ik denk dat ook volgend jaar, waar we al eerder over gehad hadden, met dat we dan inderdaad gewoon een kantoor willen waar we alles kunnen doen. Ik denk dat dat echt gaat helpen in professionaliteit. Maar ik zit ook wel te denken met de hypotheek. Van ja, kijk, ik kan nu wel nu een hele hoge hypotheek nemen. Maar ja, stel je voor ineens volgend jaar, wat ik zeg, gaat het ineens zo. Omdat volgend jaar komt na het coronavirus het Bavaria-virus. Maar kijk die Fortnite-YouTubers. Ja. Dat is echt bizar hoor. Ja. Dat kan zo voorbij zijn. Word je ineens gedwongen om spelletjes met donatie te doen om packs te openen? Als je nieuw bent in de game, laten we zeggen, dan ga je heel lekker en dan zit het nog niet in je hoofd, soort van, totdat het ook slecht kan gaan. Je kent geen tegenslagen. Je kent dat nog niet. Met Fortnite hebben wij dat gehad. Je weet niet soort van waar je aan toe bent, toch? Welk publiek je op kan bouwen. En wij zijn niet dom. Zo. Toen we in Curaçao zaten en dat je gewoon een video had en dat je vier video werd 30.000 keer bekeken. Min 300 subs, lekkere Curaçao vlog met poedersuiker geüpload. Lekker man. Nee, maar dat is het wel. Want mensen weten niet eens hoe slecht we gaan. Dan krijg je ook gewoon comments van, was ik hier nog op geabonneerd, wat boeit mij dit nog? Like als je gaat deabonneren of zo, heb je dan een stopcomment. Maar als je gaat deabonneren, moet ik wel zeggen, in die Curaçao vlog zat ik ook niet natuurlijk. Dat was echt een diepte punt. Wij zaten elke avond voor te doen. En dan te zeggen van, maar hoe kan het nou? Want dan uploaden wij voor ons doel, ja, als je nu terugkijkt is het fucking slecht. Maar voor destijds was het gewoon best een leuke video. Het had echt 30.000 views en dan kwam er zo'n Fortnite view en die haalde 200. En was van hoe kan dit dat dit zo gebeurt? Nou, uploaden wij Fortnite, hadden die wel 60, maar nooit zo hoog. Maar ja, en zij hadden een ongeknipt potje, fucking slecht. Fucking saai. Soms ook niet echt te verklaren. Ja, meestal niet echt te verklaren. Altijd, hoe je het bent of verkeerd, en dat hebben we toen gezegd en dat zeggen we eigenlijk altijd al. Als je zelf niet leuk bent, dan kan je een goede tijd hebben, wat dan ook, door een van de hype. Maar als je zelf niet leuk bent, dan ga je altijd dood. Altijd. En je wordt gezwongen om dan die hype mee te liften. Ja, en dat blijkt gewoon nu. En dat is nu het perfecte bewijs met allemaal mensen die enorm plof zijn tijdens welke hype dan ook. Als je zelf gewoon niet grappig, niet leuk bent en mensen kijken eigenlijk niet graag naar jou, dan gaat het gewoon niet goed. En dan is het gewoon niet Pokémon Go? Te houden. Ja, dat was ook zo'n hype. Pokémon Go. Lekker was dat. Pokémon Go, Fortnite, Minecraft in het begin was wel heel lang. Ik denk dat wij allemaal bewezen hebben dat we gewoon... Maar als je het andersom zet, ja, wij hebben met bank zitten, gaat het wel oké. Maar als je het nou andersom doet, wij hebben gewoon geluk dat FIFA altijd een hype was, behalve 1 jaar. FIFA is wel... Ik heb voor mijn gevoel, de afgelopen jaar is wel goed. Nou, in principe niet, toch? Als je kijkt naar hoeveel FIFA-YouTubers het waren, wij zijn wel een van de weinigen. We zijn de enige. Ja. Er is toch niemand? Vanaf het begin. Ja, nu zijn Frank is erbij en die is ook gewoon groot. Ja, Koen Weiland. Ja, die is ook groot. Zijn de enige twee, vind ik ook. Ja, maar wat zit daaronder nog? Alleen e-sporters. Ja, je hebt nog wel van die gasten. Nou, die alles soms ook wel views. Hoezo die e-sporters nu in deze tijd? Wat betaal die clubs gewoon precies? Ja, we gaan salaris. Ja. Nou ja, je hebt daar verschil bij heel veel clubs. Ja. Niet allemaal, toch? Nee. Maar sommigen werken ook voor een vrijwilligersvergoeding. Dus dan, ja. Ja, precies. Ja, maar dat is het ding toch met YouTube. Kijk, je kan niet niks doen, want dan ben je gewoon klaar.
En dat zorgt voor stress. Ik denk dat we allemaal daar tegen wel bestemd zijn. Maar ik snap best dat ook heel veel mensen er niet tegen bestemd zijn. Want als jij op YouTube, ja, ik weet niet of mensen dit weten, ik denk het inmiddels wel. Maar je hebt zeg maar sinds, ik denk nu een jaar, dat je kan zien hoeveel je video staat ten opzichte van je andere video. Dat is slecht. Dus van de laatste 10, als je een nieuwe video uploadt, dan komt het zeg maar te staan van, oké, deze video is 1 van 10 als je het heel goed doet. En 10 van 10 als je heel weinig views hebt vergeleken met die andere. Ja, dat, als een tijdje had hij op 1, had hij zelfs dat je confetti kreeg. Ja, ja, nog steeds. Dan heb ik het al lang niet gehad. Ik heb nu geld op daar staan, die kan er binnen halen. Maar dat is helemaal, wij wonen ook samen. We zeggen dan vanochtend, ja, bankzit 4, 1 van 10. Ja, ik zeg dat nooit, dat doe jij altijd. Jij zit altijd je cijfers te kijken. Ik kijk ook veel. Jij ook wel. Rob ook. Jij? Ik hoor jou nooit 1 van 10 zeggen over je eigen video. Dat is het nooit. Je moet er 1 van 10 zeggen. Maar dat vind ik altijd zo triest. Nee, 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 dat is niet waar. Als je constant naar beneden gaat, wordt nooit meer een video 1 van 10. Als je onwijs naar beneden gaat. Je zegt het vaak. Jij zegt het echt over video. Maar altijd ook als het... Ja, ook voor jezelf. Ik wou zeggen... Ik heb er wel niet stress van, maar denk van hou gewoon je bek. Want als het 9 van 10 is, zeg je het niet. Dat is hetzelfde als mensen jawel, jawel, op Twitter zeggen dat ze een toto winnen. Je zet nooit dat je de toto hebt verloren. Dit is niet waar. Ik vind wel dat Raoul nee zegt, maar Raoul zegt dat ze slecht gaat. Ik zeg dat... Jij bent daar te vaak over. Jij ook wel. Maar jij ging altijd 1 van 10 door de tijd. Dat wil je gewoon niet horen. Hij was dus een kaasje ding ook wel irritant. Die elke dag ging vertellen, of elke 10 minuten ging vertellen. Oh, vandaag heb ik al zoveel verdiend. Oh, nu is het nog meer. Oh, nu is het alweer zoveel meer dan net. Ik weet nog op een gegeven moment. Toen was... Dat was ik klaar mee. Toen tegen hem gezegd. Volgens mij, ik was hier met Lieke of zo. Of jij was hier met Jamie. En dat toen beneden kwam. Hé, Lieke, Jamie, weet je hoeveel ik heb verdiend met kaasje? Heel irritant, maar op een gegeven moment... Oh, die heeft gereageerd. Oh, die wil er ook. Nee, maar je moet er, op een moment van, ja, je moet er wel van genieten, want dat maak je niet vaak mee, zo'n piek. Maar je moet wel gewoon je bek houden. Nee, maar even... Maar zeg maar, ik wilde toen op dat moment best met Milo ruilen en gewoon even lekker in je bek. Maar het boeit ook uiteindelijk niet, waar die staat, het geeft een enige indicatie. Maar als hij 9 van 10 is, kan hij in een jaar weer goed staan. Maar het ding is dat YouTube dat wel verslavend maakt. Ja, maar dat slaat nergens op. YouTube is juist heel erg tegen mental... maar dat helpt helemaal niet. Ja, maar dit is YouTube echt... is ook heel erg pro geld verdienen. Ja, maar YouTube moet dit... YouTube, ik weet dat jullie kijken. Wally, ik weet dat je dit kijkt. Hij kan het wel beslissen. 1 van 10 dingen uit. Of zeg tegen iemand dat moet er echt aan. Kijk, wij zijn allemaal wel... Wat is een negatief aspect daarvan? Nou, als het 10 van 10 is... Dat verneunt je dag of maak je dag goed. Gisteren had ik een 10 van 10. Dan ben je echt een uur even gewoon... Dat je denkt van, ja, kut. Dan ga je weer 3 keer de video kijken. Dan ga je dus denken als in van... Ik als persoon heb dan gefaald. Maar voor YouTube kijk ik toch naar creators als bedrijven. En voor bedrijven is het toch heel nuttig om te zien of ze 10 van 10 of 1 van 10 zijn. Ja, oké, maar prima. Ik vind prima. Dan kijk ik zelf mijn views. Ja, het ding is prima. Doe het in je analytics ergens waar alle andere analytics staan. Maar nu als jij naar Jackson gaat, het eerste wat je ziet is dat. Dat zou je nog kunnen. Je kunt het niet missen. Als je gewoon je video wil checken van hoeveel views heeft hij. Dan dat kan niet voordat je ziet hoe goed hij gaat ten opzichte van de rest. Nee. Je kan je dashboard altijd aanhouden. Ja, je dashboard wel. Maar je kan alleen 1 van 10 niet uitklikken. Nee, maar kijk, als je toch gewoon, als je views wilt checken, dan staat hij meteen hier hoe die gaat. Oh, maar ik heb die app niet, maar... Nou, ik, op YouTube zelf ook. Je kan die tools toch juist aan- en uitklikken. Ik denk dat Matt de enige YouTuber deze wereld met meer dan 500k sub. Ik wil niet de creator. Ik wil dat niet zien, gewoon de hele dag. Het boeit me niet. Je hoeft niet even te kijken. Nee, maar je moet toch af en toe checken. Af en toe toch wel even kijken of die op 1 of 2 staat. Ik zet altijd op mobiel, stel ik al mijn thumbnails in en open het en dan staat het er gewoon. Ik een dag later als ik het niet in kan stellen. Ik vind het gewoon best nuttig om te zien. Milo stuurt die thumbnails altijd. En dan zal het Rob of ik, of Milo zelf die me uploadt. Maar meestal zijn het Rob of ik die de video uploaden en de thumbnails instellen. Ik dacht dat het zijn verantwoordelijkheid was, maar... Toen instellen. Ja, chef instellen. Hoe doe jij 3 dagen je haar niet was? Ik krijg dan zo vet haar, dat is echt niet normaal. Wow. Je ogen zijn echt helemaal rood nu. Ja, ik ben fucking... word verkouden door stof. En hier is fucking veel stof. Nee, weet je wat het is? En dat is... Dit is echt belangrijk. Mensen, als je dit kijkt en je bent nog jong... Geen shampoo. Nee. Als jij nooit shampoo gebruikt, dan wordt je haar een soort van uit zichzelf schoon. Dus als je nooit deo hebt gebruikt... Kijk, ik ging vroeger deo gebruiken omdat het stoer was. Maar na een tijdje heb je het nodig. Ja, dit was wel echt stoer, ja. Ik heb nooit... was het stoer om die X te kopen en van die X chocolate op te spuiten. Ax, X chocolate? X. Je noemt Ax? Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Dat was vroeger, was dat gewoon een ding. In ieder geval bij mij. Maar het ding is, als jij... Was ook altijd in de spiegel, mag ik deo lenen? Ja, er zijn mensen die stinken gewoon echt. Die moeten sowieso deo gebruiken. Nee, maar dat is serieus. Er zijn mensen die transpireren gewoon heel erg. Er zijn ook mensen die doen dat niet, want die doen al deo. Transpireren is anders dan stinken trouwens. Oh, dat is dan? Hoef je niet altijd per se te van te gaan stinken. Oh, ja, nou, je kan veel als je gewoon zweet, hoef je niet per se meteen je zweet van te stinken. Er zijn iets wat dikkere mensen die heel erg stinken. Natuurlijk, omdat dan die vetkwallen zeg maar tegen hun oksel zitten. Nou goed, maar je kent het wel. Op het moment dat jij nooit stinkt en nooit echt last hebt van zweet, en je gaat dan deo gebruiken, als in dan niet over het algemeen Axe, maar echt van die antitransparant. Rollers.
dan gaat je lichaam soort van automatisch daarna wel zweten als je het niet meer gebruikt. Dat is hetzelfde als je heel vaak je haar wast. Dan maak je haar, je schedel maakt natuurlijke vet. Hoe lang moet ik er doorheen nu? Ja, ik weet niet of dat kan echt goed. 2 weken duren, nooit maar je gebruikt wel haarlak. Nu gebruik ik shampoo. Nee, haarlak gebruik ik nooit. Shampoo, als je op een gegeven moment ook stopt met je haar wassen, wat ik was heel af en toe, maar dat is dan met... Maar jij doet je haar nooit. Als jij 1 keer gel in doet, dan moet je je haar toch wassen? Was je haar water uit? Ja, maar jouw haar is heel vet toch nu? Dat valt mee? Ik vind het heel vet. Was je jouw haar ook... Cool. Tikke maar. Was je jouw haar elke dag toch? Nee, het liefst niet, maar als ik het niet was, dan wordt het gewoon heel vet. Het ziet er vet uit, omdat ik mijn haar niet gefeund heb vandaag. Maar je kan het zeg maar, als je het 1 keer met water wast, alleen zonder shampoo, dan blijft het vet. Maar als je dat de volgende dag nog een keer doet met alleen water, dan wordt het steeds minder. Maar als je dan je haar weer doet die dag? Ja, maar jij doet je haar dus, dat is het ding. Jij niet? Maar wie doet zijn haar nou niet? Nou, ik weet niet wat Koen erin doet. Maar als je opneemt, moet je je haar toch doen? Maar op een gegeven moment is het dus zo, dat als je dat lang niet doet, hoeft geen gel of ding meer te gebruiken. Omdat het gewoon vanuit natuurlijk... Ja, dat heb ik niet. Ik heb echt een poephaar, hè. Ja. Ik heb echt zo'n vlas haar. Dat is net hoe het knipt. Ooit had ik kort haar ook. En jij hebt geen haar. Leuk. Je bent wel een kappertje geweest. Ja, gisteren nog. Ja. Dat zie je. Ja. Ik dacht, het was wel echt lang. Ik dacht, ik zal wel zien dat die tent helemaal dicht gaat. Ik denk, gewoon nog even snel een afspraakje. Ja, eigenlijk net zo kort moeten doen als vorig jaar Tom Clancy. Tom Clancy, dat was iets te kort, hè. Dat heb je gehoord, toch? Wat dat? Nou, toen moest ik, toen vond ik van mezelf, ik moet naar de kapper, nu gewoon vandaag. Toen was ik in Utrecht en ik heb normaal de kapper in Bergambacht. Nee, echt Bab City, jammer. Net als Johan die naar de Haarstek in Nijmegen gaat, altijd Bab City. Ik ga ook in de mijn naar de kapper. Gewoon, dat vind ik, dat is gewoon chillste. Toen was ik in Utrecht en ik dacht, ik moet nu gewoon naar de kapper. En die tent zat zondag en maandag dicht. En het was dan net zaterdag vanmiddag, dus ik dacht, anders moet ik dinsdag. Ik ga nu gewoon even in Utrecht. Dan ga je dus naar eentje waar ik nooit ben geweest. Zond daar zo'n vent. Nou, ik zei niet te kort. Nee. Zak. Zo. Even die hergeschaar. Het was gewoon, die plaggen eraf. Ik had 2 weken geleden nog. Dat ik ook zei van, ik wil dus wat langer laten groeien. Maar het hoeft alleen even hier, want dat heb ik uitgroeien. Ah, oké. De zijkant eraf. Nee, maar wat ik zei is wel echt zo. Met deo is dat heel erg. En ook met gewoon douchegel, zeg maar. Ik zeg maar, het is niet fris onder mijn oksel als je ruikt. Maar het is niet dat zeg maar verder komt dan dit. Kan jij het ruiken? Mensen thuis. Nee. Zeker niet, maar ik weet wel zeker dat als je nu onder mijn oksel gaat hangen, dat je toch wat dat ruikt. Dat je iets uit zijn gek. Ik gebruik ook geen deo, maar ik heb dat echt niet nodig. Ik stink niet. Ik krijg allemaal luchtjes van Lieke, maar ik wist niet, bijvoorbeeld, ik heb nu ook Bulgari, maar dat is toch... Noordin? Nee. Bulgari is toch een bekend iets? Niet? Een designer is het. Oh, ja, dat wist ik dus niet. Nee, maar jij zei ook, ja, Matt koopt nu nooit dure kleren. Maar Koen, die zit er nu in zijn cold jij zei off the wall, maar je bedoelde cold wall. Toen dacht ik... Maar Matt heeft precies diezelfde shirt. Het boeit me toch helemaal geen tyfus wat jullie allemaal aan hebben. Die man die geeft dan te veel geld uit. Maar hij is calorijk. En we doen altijd alsof hij leeft als een kluizenaar. Maar hij geeft ook gewoon goed voor saaf. Kunnen we dat zeggen? Ik ga echt zo hard gegeerd worden een keer. Wow, jij zegt ook altijd dat ik uit Brabant kom. Dan vraag ik ook of je... dat is waar, ja. Mensen thuis, wil je nou iemand ritten? Kom je Koen tegen? Zo'n Moncler-jas is al even gestolen. Maar als je iets ziet, het is zo duur, maakt niet uit wat je pakt. Het is allemaal nep. Ik was toen bij Feestie geweest. Toen had ik daar nog geholpen met opruimen, toen ik fucking dronken was. Dus ik fietste naar huis en ik had zo'n jas aan, maar dat was een Just Over the Top of zoiets. Je zei dat van Zara was? Nee, J-O-T-T. Ja, ik weet niet Zara, maar €100 denk ik voor zo'n jas. Maar het lijkt een beetje, destijds leek het heel erg op een Moncler-jas. Dus ik fietste dus zo naar huis en echt om de hoek van mij staan. Nou, je weet waar ik woon in Haarlem. Dat is echt geen buurt waar je normaal gesproken overvalt. Ja, of juist wel. Maar... Ja, zo ja. Voor een paar auto's wel. Ja. Nou, voor een paar auto's worden daar regelmatig opengebroken. Maar en toen ineens hoorde ik 2 gasten achter me aanrennen en ik stopte met fietsen. Waarom? Geen flauw idee. Dus ik stopte en toen zei ze van, ja, je geld of je jakka. Ik zei... Ik heb geen geld. Ja, je geld of je jakka. Ik pak zo'n portemonnee. Ik dacht, nou, misschien heb ik nog... Cheeky tenner of zo. Ja. Ik had alleen maar muntgelden, joh. Dus jij had dat muntgeld? Ja, ik heb hier 2,50. Zei, oké, het is goed. Hoe oud waren ze dan? Jij was echt 15. Ik was 15. Ik denk dat zij 7, iets ouder dan ik, denk ik. Ja. Ze hadden allebei zo'n sjaal op hun mond. Echt alsof ze een zieke overvallers waren. Corona. Niet dat je anders herkent, dat ik was wel gewoon persoon. Maar dat was niet oké. En toen zei ze, ja, geef je jas. Zei ik van, dronken. Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd hier. Je moet wel even zeggen wat je echt zei. Nee, daarna. Dat was een avond. En toen zei ze, ja, geef je jas. Ik gaf het uiteindelijk mijn jas. Zei ik van, ja, je moeder zal trots op je zijn. Niet de allerslimste opmerking om zo'n moment te maken. Kreeg nog een map, jongen. Oh, toen was ik dus mijn jas kwijt. Maar ik was best wel bezopen, dus ik dacht nog van,
op een of andere manier, ik kwam thuis en dan ben je echt, als je thuis bent, ben je echt misopen. Dan heb ik zeg maar, ik had, het was een soort van waas, weet je wel. Want ik was ook echt best wel hard tegen mijn kop getikt. Dan heb ik nog in mijn gedachten die jas uitgedaan en aan de kapsel gehangen. Die jas had ik helemaal niet meer aan. Ik dacht, misschien ben ik zo dronken dat ik denk dat ik mijn jas aan heb. Hoeveel biertjes had je op 2 dan of zo, op die leeftijd? Nou, ik weet niet, ik had volgens mij 80 of zo. Dus ik weet niet meer. Nee, maar ik heb nog in mijn gedachten die jas... 24 was ik te tel kwijt. Ja, die jas opgehangen, maar ja, die was dus gewoon hartstikke weg. Jullie hadden een leuk verhaal over een jas. Het was veel minder agressief en veel minder heftig hoor. Dat was ik met... Was jij er ook bij? Dat volgens mij wel. In Amsterdam met Carlos uit waren. Ja, dat we aan het stappen waren en dat jij je jas kwijt was. Nee, ander verhaal. Het was, wij stonden in een soort club en aan de overkant was een heel dun steegje. Aan de overkant was een snackbar. En ik had gewoon op een gegeven moment tijdens het uitgaan gewoon zin om even naar die snackbar te gaan. Dus ik stond daar en op een gegeven moment stond er een of andere Poolse vent naast met zijn vriendin. En ik stond daar lekker mee te praten, gewoon in het Engels. Zo, ja, wat doe je als je zo bent? En wij hebben daar 10 minuten staan praten in die snackbar. Op een gegeven moment komt Carlos, die dus uit de club komt lopen, komt bij ons staan. Die zegt, ja, dit en dat. Je ziet hem even zo kijken, zo. Naar die Poolse vent. Die zegt, dat is mijn jas. Die had gewoon in de garderobe gehangen. En die Poolse vent zegt, nee, dat is gewoon mijn jas. Maar misschien hebben we wel dezelfde, dat zou kunnen. Maar ja, dit is gewoon mijn jas. Nou, zegt Carlos, in de binnenzak zit een zwarte beanie en zo'n paar handschoenen. Ik ga zo kijken. Haalt zo die zwarte bier die de paal schoenen dus naartoe en zijn bijna vechten. Ja, maar het kan wel zijn dat hij naast de jas had. En dat zou kunnen, Zeker kan als hij dronken is, wordt het toch zo agressief of zo. Ja. Jongen, een van de Nederlands kampioenen judo hebben of zo. Ja. Dus, Had hij niet verloren, denk ik. Maar die gozer gaf ik dat terug. Nee, dus nee, trouwens niet. Nee, die gozer ging nog best een soort moeilijk doen. Ja. Terwijl hij dus zag dat het niet zijn jas was, ging hij alsnog moeilijk doen. Maar ja, uiteindelijk... Jongens, waar staan we over 5 jaar? Mag jij er? Sigurdome. Ja, dan wel in je hoofd of niet? Nee. Die grap heb ik niet gemaakt, ga ik niet weer doen. 5 jaar. Zouden we nog bankzitters doen? Wil je meer persoonlijk of wil je gewoon qua bankzitters? Zouden we nog bankzitters doen? Denk het niet. Ik ben al dood dan, dus mij wil ik niet zo. Jij hebt het nu al over stoppen met de sluipschutters. Voor de NBA dan. Voor de NBA, ja. Nee, ja, ik denk niet dat we nog bankzitters doen. Nog een jaar of 4 nu? En dat het ding is, ik denk dat het minder snel aan ons 3 zal liggen, maar eerder aan jullie 2. Hier worden over 4 jaar zijn echt oud. Ah, zo van, over 5 jaar ben ik zo oud als Roel. Ja, ik ook. Ik ook. Ja. Ja, als Matt, ik als Roel. Nee, jij bent 21. Ja, ongeveer. 30. Jullie zijn dan 30. Dat is zo'n kind, weet je wel. Ik denk dat ik wil je nog bang zijn? Ik denk dat ik over 5 jaar is mijn vriendin 50 in verwachting. Ja. Denk ik. Precies. Dat zou toch fantastisch zijn? Als je dit precies 5 jaar laten ziet, vraag het even. Ook al zijn we dan al gestopt, wil je toch een soort Matt die vader vlog? Wel eentje, gewoon na 3 jaar. Ja, eentje dan. Wel goed geknipt. Ja. Dat is ook kut kind zo smeren uit een kind waarmee we video's op kunnen nemen. Ja. Daar komt hij hoor, dat is smeren uit zo. Checken! Had die jank hoor, je met zo'n distorted jank. Zo. Van die ogen. Ja. Nee, maar over 5 jaar zijn jullie echt oud. Ja, dat is een, maar denk even terug 5 jaar geleden, was jij 17? Had je dit voor je gezien? Dit? Nou, ik heb altijd gezegd van ik doe nu YouTube en ik stop ermee als ik ga studeren. Dat heb ik al gezegd. Maar ja, toen verdiende ik ineens geld. Dus ja, waarom zou ik dan stoppen? Dat was gewoon werk, zeg maar. En het was gewoon leuk en je had toekomst ineens, weet je wel. Kijk, aan het begin, toen ik 15 was, zei ik, dan verdien je 40 euro per maand. En zei je, ik stop met gaan studeren, nu is het gewoon leuk, maar dan nok ik ermee. Maar ja, als je eenmaal geld mee hebt, is het natuurlijk anders. Maar ja, je weet ook niet, misschien met bankjes ben je Giel's 30, denken ze. Nou, doe het ook nog steeds. Ik denk dat je tot je 30ste echt nog wel kan dus doen. Dus bankjes wordt een hele andere het is meer, het heeft niet per se met leeftijd te maken, maar wel met je levenssituatie. Je kan altijd meegroeien, toch? Want ik denk dat het publiek ook wel meegroeit. Nou, waar ik laatst over dacht, ja, zeg maar, wat nou, is ook al vakken lang bezig, op een hele andere manier nu. Als je inderdaad in één keer iets heel anders gaat doen, maar niet zozeer per se YouTube, maar wat nou als Veronica en Zuid, als die gasten meestal stoppen en ze willen iets vervangen. Ik zeg niet dat het gaat slagen als wij zoiets zouden doen. Weet je dat ik bij RTL was geweest en daar hadden ze het over van post Johan, wat moeten we doen? We willen socials maken en zo. Nou, inmiddels zijn ze al weg bij RTL. Ja. Maar daar maakte zich zorgen om, inmiddels zit hij er nog steeds. Maar er is niks. Ik denk dat ze allemaal stoppen gewoon dan. Toen de opvolger met Humberto, hoort het ook alweer, VTBL. Dat was al elkaar de opvolger. Dat was al elkaar. Ja, maar ik ga niet zeggen dat wij wij een geschikte vervanger zijn, maar dat komt wel dan. Ja, hoe kunnen wij gaan is TV dan nog? Nee, niet per se. Je hoeft niet per se TV te doen. Maar... Zo'n TV-format. Ik denk dat het voornamelijk meer live wordt. TV. Sport. Het is bijna, als het niet meer live is, dan is het toch niet leuk. De allergrootste programma's in de Expeditie van Wie is de Mol, die blijven allemaal live. Dat is allemaal niet live. Nee. Ik vind juist live, niks maar, aan. Ik dacht dat je bedoelde dat het on-demand wordt. Toen moet je dat zeggen dat je gewoon altijd kan kiezen. Dat is natuurlijk raar. Dat is natuurlijk raar dat je moet kan kijken. Maar Wie is de Mol is ook soort live, als in
je wil allemaal weten van wie er dan uitgaat. Dus het is logisch dat je dan kijkt. Want je wil niet een uur later kijken. Ja, als je een half jaar later nog een keer gaat terugkijken, dan is het minder leuk. Ja. Maar je hebt toch van de acht grote zenders heb je nu toch om 8:30 heb je toch 4 live programma's. Ja, bij zo'n programma's is het wel anders. Want als je dan zegt, kom vanaf 8:30. Het zijn alleen maar talkshows die live zijn. Meer dan live. Want ja, of je zou het een uur ervoor moeten opnemen, dan kan je net live doen. Veronica en Zuid is toch live? Ja, dat is ook een talkshow. Maar zouden wij niet... Ik vind het onze eerste ding al tering saai dit. Moet je nagaan dat we dan elke week 2,5 moeten vullen. Dat kan toch niet? Ja, maar dan praat je over of voetbal of iets anders of wat dan ook. Onze kracht is toch leuke editing? Dat is Antons kracht. Ja, maar dat is onze video's zijn leuke editing, maar... Dan zou je dus zeggen dat je iedereen hier neer kan zetten dat je ook een video van Veurtje dat Anton ook leuk maakt. Ja? Denk jij dat? Ja, weet je hoeveel views Veurtje had? Ja, nee, maar meer van type, maar wie er dan van ons 5 zit, maakt niet uit. Alles saai, wat saai is, kun je leuk maken met editing. Nee, maar ik bedoel meer van, als onze doelgroep ook meegroeit en wij groeien ook mee, dan is er op een gegeven moment iets wat je kan doen. Nou, dit niet. Nee, dit niet, maar wel iets als een talkshow. Ja, dat zie ik niet voor me. Nee, dat kan. Hij onderschat zich altijd. Ja, onderschat me, je kan geen talkshow maken, toch? Nee. Maar jij zegt meteen, we kunnen geen tyfus of alles op een talkshow maken doe je niet met z'n vijven. Maar we toch net daar heb je toch een hele redactie voor? Je zit alleen met z'n vijven aan die tafel. Ja, maar we hebben net gezegd dat we moeten weten dat het ook zomaar over kan zijn. En dan, we kunnen niet zomaar alles doen, toch? Wij zijn gewoon goed in filmpjes maken, toch? Snelle filmpjes. Ja, de vraag was namelijk, jij was pissen, van waar zie je zo over 5 jaar? En ik dacht... Dat zij zijn over 5 jaar heel oud. 5 jaar is ongeveer het einde van bankzitters. Dat denk ik ook. Want dan krijg je kinderen. Ja, ik weet niet of je nog met kinderen alles van de KFC wil eten. Als dat kind honger heeft. Maar zo even interessant, los van bankzitters dan. Alsnog, je moet wel iets doen. Wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Dan weet je het er niet. Nee, maar jij 5 jaar geleden enig idee dat je hier in de bankzitters zit. Nee, maar het verschil... verwachting. 17, 22 vind ik wel anders dan 22, 27. Dat is een ander verschil, maar steeds wel groter. Ja, dat is waar. Dan zit je voor het wel steady. Ik vind 22 niet zo groot. Dus je ziet hoe zij nu... Over een jaar zijn nog wel YouTube. Dus wij zijn over 5 jaar. Maar je kan wel eens een vraag uitstrekken dat jij over 5 jaar... Dat verschil met 17, 22 is groot. Dan ben ik het helemaal niet eens. Dat kan ik toch doen, ja. Ja, maar je hebt wel een verwachting welke kant het op gaat. Ik denk niet meer dat het die kant op gaat. Maar je moet op een gegeven moment toch een keuze maken. Kijk, met bankzitters gaat het nu wel goed en we verdienen ook wel. Maar als het over 5 jaar net zo goed gaat, dan en wij stoppen persoonlijk met YouTube, dan moet je wel iets anders vinden. Maar als het goed gaat met Ik wil toch een Game Koning, hoef je op Ik wil toch een Game Koning... Maak je nog FIFA-video's over 5 jaar, denk je? Nee, je maakt het nu al minder. Je bent al eens van die stap gemaakt. Maar ik bedoel meer van, stel... We groeien door met bankzitters zoals we nu doen. En met Ik word goed een Game Koning, waar we wel van uitgaan dat het doorgroeien zoals we doen. Dan hebben wij straks toch geen baan meer nodig naast... En Milo? Ja, maar die moet... Hij is ook niet van stenen, hè? Hij is niet van stenen, hè? Misschien nee, we pakken bankzitters in mijn eentje door, jongen. Dan Torben erbij en dan gaan we elkaar knallen. We eindelijk ons productiesleetje voor bankzitters. Wil je over 5 jaar nog dezelfde videos maken die je nu maakt? Kaarsje? Ja, weet je wat is? Over 5 jaar ben ik 27. Reageer op taart. Ja. Dan denk ik louter dat reageren op taart. En op gek op jou, dan ben ik bij aflevering 150. Nee, ja. We zijn maar 92, hè? Ja, dat vind ik kut. Dus dan ben je over 3,5 jaar klaar. Dat is kut, sorry. Maar sommigen zijn ook gewoon echt leuk, hè? Maar even dingen is toch een beetje, het is veel minder afhankelijk van de leeftijd van de persoon zelf. Ja, dan leven, van leven. De vibe van het publiek. Bijvoorbeeld Milan Knol, die is 29, die maakt ook video's dat hij gaat reageren op filmpjes. Dat kan makkelijk, niemand vindt dat gek. Maar wel op een andere manier dan als je 20 bent. Het ding is een beetje dat je bankjes hebt, op het moment dat het triest wordt, dan nog ermee. Wat vind je triest? Als het zeg maar echt zoveel naar beneden is, De Dimension, weet je wel. Ja, nou, die al na twee maanden was ik daar al mee genokt. Maar die waren toch überhaupt nooit? Ik was er nooit aan begonnen. Nee, maar dat is dus wat ik zeg. Zij zijn bekend geworden door een hype en zij leven op hypes. Maar ze zijn zelf misschien niet leuk genoeg, of misschien sommigen, maar in ieder geval niet allemaal, om gaande te blijven. En dan zie je gewoon, dat werkt gewoon niet. En dat is met alle YouTubers zo. Ook wat jij zegt. Het heeft met zoveel dingen te maken. Je wil de eer aan jezelf houden, dus ook op een gegeven moment... Je wil gewoon de eer aan jezelf. Je wil niet stoppen met bankzitten dus als het naar beneden. Je wil gewoon iedereen denken aan bankzitten, dat was gewoon nice. Dus we stoppen er nu mee. Maar dat gevoel komt vanzelf een keer, toch? Ik denk dat externe factoren belangrijker zijn dan hoe je zelf erin zit. Ik denk dat je zelf, of je nou 22 bent of 27, dat helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Nee, dat maakt niet uit. Meer van of de rest van... 27 of 32 wel. Ja. Ja, maar als je op een gegeven moment toch. Ik heb wel die idee dat wij samen alles doen. Dat we een soort van wel ergens in het midden qua leeftijd uitkomen. En soort samen een soort groeien. Ja, jij bent natuurlijk gewoon eigenlijk net zo oud als wij zijn. Wij houden jou gewoon jong. Ja. Wij houden jou zo jong. Ja, Roel is wel oud. Fris van geest. Ja, ik ben altijd al. Ik heb altijd wel een soort van achtergelopen op mijn leeftijd. Van een kinderachtig kut, jong, wil je eigenlijk zeggen. Ja! Lekker likken! Aan het ijsje! Op je 25e fishmeme zitten dan afspelen. Nou ja, jij doet het ook. Ik ben 21. Ja, je bent ook volwassen. Die vindt het ook wel leuk, hè? Ik vind elke YouTuber die vader is. Triest.
Ik wil wel zeggen, maar ik weet niet precies welke fase. Misschien vind ik er wel eentje niet. Dus de Avond Games. Ja, maar die is al gestopt. Noah Zim. Die is nog geen vader. Giel van Stack TV. Is die vader? Ja, al anderhalf. Nee, een half jaar. Ja, maar dat bedoel ik, dat wist ik niet. Over het algemeen, als ze vader worden, ja, ik denk dan van. King. Maar wat vind je van Leo Kleine die vader is? Vind je hem dan nog hard? Of vind je hem dan. Ja, lief, maar Leo Kleine heb ik, dat luister ik echt in 2016. Ja, je vond hem, maar je vond hem toch wel hard, hij ook. Ja, 2016 heb ik echt. Zeker. Jij hebt ze allemaal. Die heb ik gekregen. Die was snel uitgekocht. Zeg voor je vrienden, dan zou ik nog 1000 euro met YouTube, dan zou ik er lekker mee nokken hoor. Ja, tuurlijk kap je er mee dan. Ja, dat is wel mooi geweest. Maar het is wel chill en wel leuk, maar er komt ook wel veel bij kijken, vind ik. Zeg maar, ik zou het best lekker vinden om een keer gewoon naar voorwaarts te kunnen, zeg maar niet. Ja, dat blijf je houden. Ja, dat blijf je houden. Ik dacht ook wel, stel ik heb gewoon mijn diploma, ik ga ergens bij een marketingfunctie werken en ik klim hoger op en ik ben 40 en ik ga iemand, klopt, je bent 40. Iemand die bij mij op sollicitatiegesprek komt en die is 8 jaar jonger. Ja. Dus die is nu 18. Ja. En een jongen. Ja. Ja. Met een piemel. Dat is vaak bij jongens. Okay, nou. Dan is de kans toch wel vrij groot dat die of mijn video's kijkt of het weekend of wat dan ook. Ja, maar dan van, ik keek jou vroeger, oké. Ja, dan heb je dat toch alsnog. Ja, maar dat is minder dan... Maar als je voelt, dan bij voetbalwedstrijd in de rust, dan komt gewoon een gathering. Ja, dat is, en niet, als je bij het gangpad zit, dat is niet te doen. Hoe vinden jullie dat? Ja, ik vind dat niet heel chill. Iedereen ziet je gelijk. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja, ik vind het niet verschrikkelijk. Zo erg vind ik het. Het is wel positief. Er is ook een tijd geweest, toen Fortnite was, nou daar kwam er niemand. Ja, dat is ook dat is eigenlijk nog erger als niemand komt, jij zat al als gast van FIFA, weet je wel. Dus aan de ene kant is het irritant, aan de andere kant ook een heel goed teken. Ja, natuurlijk is het goed teken, maar het is een soort zit jij in een jongerenvak of zo? Nee, echt niet. Ik zat anderhalve week geleden in een restaurant, dat was echt bizar. Hermanen? In Rotterdam, hier uur van aan rij, in een Mexicaans restaurant. En ik was met mijn vriendin en een vriend en zijn vriendin. Met z'n vieren. En toen zaten we bovenin. Toen was ik naar het toilet gelopen. En toen kwam ik terug. En toen kwamen er twee kinderen. Die kwamen naar boven. En zouden misschien een foto mogen zagen dat je hier was. En tuurlijk, helemaal gezellig. Was prima. Ze waren netjes. Ze vroegen het en alles. Dus zat er een tafel naast. Staat ook drie kinderen. Met een vader en met een moeder. Dus die moeder, die vader, die schreeuwde ineens van die tafel. Ben jij bekend? Ben jij van de bankzitters? Als je kent je moeder. Ik zei ja. Ze zei, ze kennen jou. Oké. Ja, die moeder stond ineens op en die, de tafel zaten uit elkaar, die ging staan. Ja, ze willen met je op de foto. Ik zei, nou, volgens mij niet, ze zitten nog. Ja, maar als jij dan even daar naartoe gaat, ik zei, ik kom hier niet vanaf. Dat was echt, die was zo ongelooflijk. Nee, maar even, dat was een Jan Smit fan zijn, dat weet je wel. Maar het ding is, als je aan het eten bent en mensen komen naar je toe of mensen komen naar je huis, dat moet je gewoon niet doen. Ja, maar dat hebben gewoon, wij dus wel heel ja, veel. Ja, maar dat is echt asociaal. Ja, maar dat gebeurt ook over dat, toch? Als je over straat loopt, dan mag je gewoon, dan ga ik altijd met je op de foto. Maar hoe vind jij het als jij ergens zit en er wordt stiekem een foto van je gemaakt? Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, dan is het weer beter wel vragen of zo. Maar het ding is, mensen denken echt dat je dat niet door hebt als stiekem foto. Terwijl ik weet, als ik in een restaurant zit en er komt een jongen binnen tussen de 12 en 20, ja. die weet wie ik ben. Ja, en zeg maar, je kunt het ook vaak wel zien, want dan komen ze binnen. Ja, je ziet ineens die blik zo. Ja. en dan vaak zijn er vriendjes van... En dan kun je wel denken dat dat onopvallend is, maar dat is het. En dan gaan ze altijd op de mobiel Instagram checken, zo kijken op je story. Soms vind ik echt lachen en dan zijn ze heel beleefd en is het super lief. Maar op het moment dat je dus inderdaad ergens zit, gewoon... rustig met je vriendin of met je ouders of wat dan ook en ze zijn stiekem foto's van je aan het maken, dat kan. Ik vind het soort heel raar, want soort een beetje hetzelfde met die donatie. Ik zou het zelf nooit doen, ook toen ik een kind was zou ik dat niet doen. Dus ik heb een beetje hetzelfde. Toen ik vroeger 12 was. Ja, maar ding is, zou je dat ook niet doen als Cristiano Ronaldo aan de tafel zit, best wel ver in een restaurant, dat je even snel een fotootje maakt en jump. Nou, foto misschien wel, maar dat vind ik toch anders. Ik zou niet dan, als een bekende voetballer toen ik 12 was er ergens zou zitten, zou ik echt niet daar schreeuwend op afgaan. Nee, maar dat is echt opvoeding. Ja, dat is echt wel fijn. Dat is opvoeding. Jawel, maar soort. Los van dingen gewoon uit jezelf doen. Het is ook soort, ik vind het soort heel raar of zo. Ja, maar stiekem foto's nemen zou je ook doen. Mijn ouders zouden echt niet hebben gezegd van, ja, wacht maar gewoon tot het klaar is met eten. Niet tijdens de etenstoren. Je betaalt gewoon in een restaurant voor een etentje en een service. En dan wordt je maaltijd daar onderbroken. Omdat, Maar ook op straat zou ik misschien, ik vraag me af, ik vraag me echt af, als ik als 12-jarig kind Ronaldo op straat zou lopen, of ik daar alleen zou gaan. Ik zou het niet durven, maar jullie kennen mij. Nou mensen, dat was hem dan. De vrijdagmiddagborrel. Wij gaan weekend vieren. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Als je dit nou wat vond, laat het even achter. Ik ben er gewoon nog, hoor. Je ziet mij gewoon. Beter kijken. Ik heb een camouflage vest aan. Van Armo. Zo'n Armo cap. Zo. Gast van Koen, niet in mijn gezicht, mensen. Niet in mijn gezicht. Ik zit echt veel te dichtbij.